Nou, welkom Martijn bij Bocast. Dank je, Sjaad. Mooi om hier te zijn. Ja, vind ik ook. We gaan het vandaag over een aantal onderwerpen hebben die denk ik heel belangrijk zijn. Maar die ook heel erg verstrengeld zijn met allerlei andere dingen. Mm-hmm. De aanleiding van dit gesprek is natuurlijk een tweet waar je op gereageerd had en waar ik op gereageerd had. Maar voordat we daar op ingaan, wil ik gewoon even wat algemene grond scheppen. Dus wie ben jij, wat doe jij? En één specifiek onderwerp waar ik ook heel erg naar benieuwd naar ben, wat ik ook interessant vind, was dat jij in Moslims op TV iets vertelde over hoe moslims in de media benaderd worden, beschreven worden als een daadwerkelijk andere soort van entiteit en dat daar iets mee moet. En daar ben ik ook heel benieuwd naar, want dat vond ik heel interessant. Het is wel goed dat ik een kanttekening plaats, want de reactie op de tweet was op reactie van een tweet van Splinter, de politieke partij waar ik kandidaat van ben. Ik wil heel duidelijk zetten, ook voor de mensen die luisteren, ik ben hier niet als vertegenwoordiger van Splinter. Wij zijn met z'n tweeën een gesprek aan het voeren. En je zult ook zien als we dadelijk op dat onderwerp ingaan, dat ik ook op die tweet wat opmerkingen heb. Dus laten we daarmee beginnen. En vertel kort wie je bent, wat je doet en waarom deze onderwerpen voor jou zo interessant zijn. Ja, nou ja, allereerst dank natuurlijk voor de uitnodiging. En dat was inderdaad in de reactie op die ene tweet die we dan straks nog gaan bespreken. Maar we hadden het natuurlijk al eerder over gehad en je had het ook al eerder gevraagd. Dus mooi dat we denk ik eindelijk hier zitten. Dankzij jouw vasthoudendheid zeg ik er gelijk bij wat. Zo ben ik. Dat is heel goed, dat zie je. Mijn naam is dus Martijn de Koning. Ik ben antropoloog en verbonden aan de afdeling islamstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daarnaast doe ik ook tijdelijk nog wat onderwijsdingen voor de Universiteit van Amsterdam. In beide gevallen vooral gericht op islam in Europa. En migratie, transnationalisme en dat soort onderwerpen. Transnationalisme. Transnationalisme, Ja, dus zeg maar alle verbindingen die mensen op de een of andere manier proberen te onderhouden of juist af te breken, die over landsgrenzen heen gaan. Mm-hmm. Mijn onderzoek spitst zich toe op een aantal zaken, dus identiteitsvorming en geloofsbeleving onder jonge moslims. Salafisme. En dan met name. Even kijken. Ja, met name. Mensen die naar salafistische moskeeën, kenniskringen, hoe je het wil noemen, gaan. Wat voor kennis doen ze op? En wat doen ze met die kennis? En het meeste nog het laatste. Dus zeg maar, om dan een heel concreet voorbeeld te geven. Als ik dus naar een bijvoorbeeld lezing ging van een prediker. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit op dat moment. Voor mijn onderzoek niet zoveel uit wat die prediker precies zegt. Mm-hmm. Het gaat mij om de vragen die gesteld worden door het publiek. Vindt zich plaats in moskeeën bedoel je? Of in verdere? Ja, dat kan. Ik bedoel, dit is natuurlijk vaak in moskeeën. En zeker die salafistische moskeeën, die hebben heel veel activiteiten, cursussen, conferenties, lezingen, vrijdag preken natuurlijk. Maar het kan ook bij mensen thuis zijn. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die thuis allerlei activiteiten organiseren. Momenteel natuurlijk veel, of zo goed als alles, online. En dan bekijk ik dus vooral, welke vragen hebben mensen in het publiek, en zeker als mijn respondenten daarin zitten, welke vragen hebben ze voor die predikers? En wat doen ze uiteindelijk met de kennis die ze daarop doen? Een ander onderwerp is activisme. En dan echt in de breedste zin van het woord.
Dus er kunnen allerlei militante of zelfs agressieve vormen van activisme ondervallen, zoals we in het verleden hebben gezien met Sharia for Belgium, Sharia for Holland en dergelijke. Maar ook het activisme bijvoorbeeld van een organisatie als Meld Islamofobie. Of een veel meer mainstream organisatie zoals SPIAR, het platform van islamitische organisaties in Rotterdam. Waarbij ik dan vooral kijk van oké, hoe claimen ze een soort van publieke aanwezigheid? Waar reageren ze op, waar reageren ze ook niet op? En welke overwegingen hebben mensen daar dan bij? Een ander onderwerp waar ik, en dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van dat activisme onderwerp gekomen, want op een gegeven moment heb ik samen met collega's Carmen Becker in een groepsonderzoek gedaan in België, Nederland en Duitsland. Met Sharia for Belgium in België, Behind Bars, en Sharia for Holland in Nederland en Milato Ibrahim en Tawi Germany in Duitsland. Maar de militante groepen die soms openlijk flirten destijds met het Al-Qaeda gedachtegoed en op een gegeven moment ook met ISIS gedachtegoed en symbolen. En dan krijg je natuurlijk ook te maken met antiradicalisme. Ja, zeg maar, wat wilde je vragen? Ja, zijn die drie groeperingen dus Sharia for Belgium, Sharia for Holland en die derde in Duitsland die je noemde, wie was dat? Milato Ibrahim en Tawi Germany. Dat is eigenlijk één groep. Zijn dat groeperingen dus die daadwerkelijk via activistische overwegingen Sharia willen invoeren in die landen? Of een plek voor zichzelf willen creëren waar ze de Sharia kunnen uitleven? Ja, wij hebben het het is mooi geformuleerd. Wij hebben het eigenlijk onderzocht als het laatste. Sharia for Belgium was wel expliciet in de stelling dat ze, in ieder geval publiekelijk, dat ze Sharia wilden invoeren. Maar in de praktijk zagen ze dat zelf als kansloos. Dus wat ze wilden, of wat ze probeerden te doen, was uiteindelijk een soort free space creëren. Een eigen plek waarin ze hun leven konden leiden zoals ze dat het liefst zouden willen leiden. En tegelijkertijd heel activistisch bezig zijn. Hè? Want men pretendeerde ook op te komen voor alle moslims. In niet alleen in België, Nederland en Duitsland, maar in alle moslimlanden. Of al hun landen, zoals men het formuleerde. En met al hun landen bedoelden ze alle landen waar moslims wonen of alle landen waarin de moslimgemeenschap een meerderheid heeft? Of? Ja, dat was niet altijd even helder, maar in de praktijk kwam het erop neer alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar moslims een meerderheid hebben. Ja, oké. Dus het was ook wel nadrukkelijk gericht op Midden-Oosten en Noord-Afrika. Nou ja, als je dat onderzoek doet, dan kom je vroeg of laat, dat is onvermijdelijk, ook in aanraking met antiradicaliseringsbeleid. En dat was voor mij ook een reden, nou laten we maar eens gaan kijken naar dat beleid. En dan niet vanaf, vanaf 2001, dus na 9-11, maar al daarvoor. Wat is in de jaren 90 gebeurd? Omdat je in de jaren 90 een switch ziet bij de BVD, dus de toenmalige AIVD. Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat ze het in hun rapporten nadrukkelijk gaan hebben over politieke islam, fundamentalisme, buitenlandse invloeden, enzovoort, enzovoort. Voordat we daarover doorgaan, want dat lijkt me heel interessant, die switch, en ook na 9-11. Je had eerder ook over dat je, wanneer je naar zo'n prediker gaat, dat je vooral gaat om de vragen en wat doen salafisten met de kennis die ze opdoen. Dan is natuurlijk mijn vraag, wat doen ze dan met de kennis die ze opdoen? Ja, dat is een goed punt. Nou, verschillende dingen. Ze zetten die kennis in om hun eigen leven, maar ook dat van hun directe omgeving, te islamiseren volgens hun eigen ideeën over wat correcte islam is. Dus je ziet vaak, zeker bij jongeren, dat ze proberen ook om hun broers en zussen, hun ouders,
op het juiste islamitische pad te krijgen. Mm-hmm. Het is ook heel nadrukkelijk bedoeld als een soort reminder, zeg maar, voor hen. Voor anderen is zo'n lezing van een prediker eigenlijk niet meer dan een pep talk. Mm-hmm. Dan vindt men bijvoorbeeld van dat men islamitisch gezien toch al een tijdje niet meer op de goede weg zit. Nou, laten we maar eens naar zo'n prediker toe gaan, dan krijgen we weer wat energie op dat gebied. Ja. Ze hebben het dan ook, men heeft het dan ook nadrukkelijk over een imaan boost. Ja. Dus het is echt een imaan is geloof in het ja, precies, ja, 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 ja. En ja, het is echt een soort hoe heet dat drankje ook alweer, waar je vleugels van gaat krijgen? Red Bull. Ja, een soort Red Bull voor je geloof, zeg maar. Ja, ja. En dat is dan genoeg. En voor veel anderen die, ja, die komen bijvoorbeeld op werk of op school in aanraking met bepaalde vraagstukken. Hè? Dus nou ja, mag je iemand van het andere geslacht een hand schudden, ja of nee? En als je dat niet mag, hoe doe je dat dan? Zonder dat er gelijk heel gedoe ontstaat. En sommigen volgen dan, proberen ook echt die regels dan te volgen. Voor anderen is het eigenlijk voldoende om te weten van oké, dit is de islamitische norm. Dan weet ik dat. Mm-hmm. En dan ga ik nog eens even kijken wat ze er op mijn werk bijvoorbeeld precies van vinden. En dan kies ik een soort middenweg. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus die gaan daar veel meer in een soort van onderhandeling mee om. En een ander belangrijk punt is, ja, dat ligt ook een beetje in het verlengde van het is dat dus men zelf, niet alleen in de eigen kring, maar ook daarbuiten, dat is wel een minderheid hoor, aan dawa, dus aan missiewerk gaat doen. Men gaat probeert zelf de boodschap te verspreiden. Dat is een minderheid. Mm-hmm. Maar wat je ziet, kijk, men hoeft niet per se iets met die kennis te doen in de richting van anderen. Mm-hmm. Maar het hebben van kennis over de islam is steeds nadrukkelijker onderdeel geworden van wat het betekent om religieus te zijn. Mm-hmm. Dus als goede moslim heb je kennis van regels en voorschriften uit de islam. En dus binnen het salis of binnen het salafisme bestaat er dus dat wel dat project om anderen ook te overtuigen van de juiste manier van de islam beleiden. Ja. En dat zien we heel erg als een veiligheidsprobleem. Ja. Zijn we daar terecht in of overdrijven we? Ik ben geen veiligheidsdeskundige, is dan altijd mijn eerste antwoord. Ja, heel goed antwoord inderdaad. Aan alle zaken zit een risico, dus ook daaraan. Dat is dan altijd mijn tweede antwoord. Ja. Kijk, het is niet. Nou ja, laat ik even dat clubje nemen, die militante groepen. Laat ik ook even nog een onderscheid maken, voordat je het antwoord geeft. Er is natuurlijk ook een onderscheid. Misschien is dit ook geen vraag voor je onderzoek, want er is de vraag over de inhoud van een bepaalde ideologie. En dat is eigenlijk waar ik nu een beetje naar vraag en de manier waarop dat beleid wordt. En er is ook nog een vraag of onderzoek naar hoe die ideologie onder mensen zich verspreidt. En dat is misschien meer in lijn met jouw onderzoek. Dus dat zou ook nog een kanttekening kunnen zijn. Ja. Ja, nou ja, kijk, op zich natuurlijk iedere ideologie, noem maar op welke, of dat nu liberalisme, socialisme of een religieuze ideologie is, iedere religie heeft zijn scherpe kantjes. Mm-hmm. En in iedere religie, er is echt geen uitzondering, zit ook een traditie van het gebruik van gereguleerd geweld. Mm-hmm. Of dat nu het christendom is, of het islam, of het boeddhisme. Dat maakt niet uit.
En soms kun je dat zien, denk ik, als heel problematisch. In andere gevallen misschien minder. Maar die relatie is tegelijkertijd ook heel complex. En misschien is die Nederlandse groep van Behind Bars en Sharif Holland, die ik noemde, wel een goed voorbeeld daarvan. Die groep, met name Behind Bars uit Den Haag, die behoorde tot het eerste contingent uitreizigers naar Syrië. In 2012. Er zijn er al twee vertrokken in de zomer van 2012. Dus nog ruim een half jaar, bijna een half jaar. Nee, ruim een half jaar voordat we het er echt over hadden, zeg maar. Was op dat moment voor ons als onderzoeker op zich niet zo'n verrassing. Die groepen hadden een geschiedenis van proberen uit te reizen. En meestal mislukte dat. Bijna al die jongens, het waren toen meestal jongens, bijna al die jongens hadden een geschiedenis in Haagse, Rotterdamse en Delftse salafistische kringen. Allemaal. Zo, geen uitzondering. Maar, ook zonder uitzondering, ze zijn er ook allemaal uitgegooid. 2008, 2009 zijn die, toen waren ze 17, 18, 19, uit de moskee Asuna gezet in Den Haag. En ze mochten ook niet meer terug. Vanwege die pogingen tot uitreizen. Vanwege hun, wat volgens de moskee te recalcitrant gedrag was. Dus als je het bijvoorbeeld in dat geval, wat zeg maar echt een groep was die kennis had van bepaalde vormen van salafistische ideologie. En in hun geval kun je dus zeggen van, ja, ze hebben allemaal een geschiedenis in die kringen, maar ze zijn er ook allemaal van weggebroken, als het ware. Dat geeft wel aan, er is niet zo'n eenduidige lijn te trekken van salafisme naar uitreizen en geweld, enzovoorts. Tegelijkertijd, ja, daar zitten overeenkomsten in gedachtegoed. En een collega van mij, Joas Wagemakers aan de Universiteit van Utrecht, heeft bijvoorbeeld heel veel geschreven over het principe, wat een belangrijk en ik denk dat je kunt stellen, vrij specifiek salafistische principe is, wala wal bara, dus loyaliteit en distantie. Dus wordt vaak in het Nederlands vertaald door de jongeren als liefde voor God en haat voor alles wat God ook haat. Wat natuurlijk een veel sterker onderscheid is dan de termen loyaliteit en distantie. Ja. En dat verschil is wel belangrijk, want op zich kun je stellen, dat is eigenlijk een vrij normaal onderscheid. Iedere ideologie, iedere religie heeft een onderscheid tussen wij en zij. Als je dat onderscheid niet hebt, waarom heb je dan überhaupt een religie? Maar in salafistische kringen wordt het echt een instrument. Het wordt een instrument om missie te doen. Het wordt een instrument om anderen te verketteren. Het wordt een instrument om, als het ware, het gedrag van anderen te analyseren, want als je te vriendelijk bent ten opzichte van de ongelovigen, dan zul je ook wel aan hun kant staan. Dus het worden echt hele zwaarwegende kwesties waar ook echt onderwijs in gegeven wordt van hoe doe je dat dan? En want er zijn ook heel veel vragen over, want het is allemaal leuk en aardig. Je kunt wel stellen van, je moet ongeloof haten of ongelovigen haten. Maar hoe doe je dat dan als je bekeerd bent tot de islam? Moet je dan je ouders gaan haten? Ja. Wat overigens ook in strijd is met islam. Want dan moet je ouders, moslim of niet, ook binnen salafistische kringen, die moet je juist respecteren. Dus hoe doe je dat dan? Dat is nog best een complex verhaal. En hoe doe je dat als je überhaupt in een heidens land woont? Precies, want dat is een uitstekend punt. Want dat
Dat hele vraagstuk van je moet afstand houden zeg maar, ten opzichte van ongelovigen. Ja, dat is in Saoedi-Arabië echt een ander verhaal dan in Nederland. Dus ja, wat ga je daar nou precies mee doen? Maar dat scherpe, dus daar zijn ook ja, lessen over, lezingen over. En dan zie je ook die vragen terugkomen. Dus het is echt ook een heel belangrijk principe in het onderwijs. En tegelijkertijd kun je daar ook van stellen. Ja, maar als je dat wij-zij denken zo scherp maakt, dan neigt het op een gegeven moment, en in sommige kringen zie je dat, dan neigt het naar een soort dehumanisering, demonisering van de outsider. Mm-hmm. En dat weten we allemaal, dat is riskant. Want dan, dat verlaagt ook de drempel tot uitsluiting, geweld, enzovoort. Te meer, ja, omdat... En je hoort dan zeg maar in een moskee, je moet wegblijven van die ongelovigen. Mm-hmm. En dan moet je je voorstellen, dan, oké, ik bedoel even enigszins een beetje karikaturaal gesteld, maar dan stap je als het ware die moskee uit. En dan hoor je een spotje van de PVV op de radio die zegt, we willen minder islam. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk die wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal-wal omgekeerd. Dus want? Je hebt... In feite, wat Wilders doet met zijn de-islamiseringsplannen, zeker denk ik in zijn huidige verkiezingsprogramma, maar eerder ook net zo goed, want zoveel nu zit er ook weer niet in, is eigenlijk een omgekeerde walla walla. Je moet afstand houden ten opzichte van gelovigen, van de moslims, of van geloof. En het is interessant dat Wilders zegt af en toe, hè, van nee, ik heb het niet over de moslims, maar ik heb het over islam. En je ziet dat zelf fascistische predikers soms zeggen, nee, maar we bedoelen niet de ongelovigen, we bedoelen ongeloof. Mm-hmm. Dus die maken ook dat, het is mogelijk dat onderscheid, maar dat lastige onderscheid tussen geloof en gelovigen en tussen ongeloof en ongelovigen. Ja. Je kunt dat onderscheid maken, maar het is een lastige om dat heel consequent te doen. Dus je hoort eigenlijk zeg maar uitsluitende boodschappen. Die jongeren zitten als het ware in een cacophonie van uitsluitende boodschappen. Mm-hmm. En, zowel intern als extern. Ja, dus. Ja. En wat ik, nou ja, bijvoorbeeld bij die jongeren van, nou ja, destijds dan jongeren, van Sharia van Belgium en ook Behind Bars, zag was dat je een verschil, je zag ook een verschil binnen die clubjes. Sommigen hadden echt serieuze ervaringen met discriminatie. Op school, uitgaan, werk. Mm-hmm. Die reageerden ook het meest scherpe op die uitsluitende boodschappen. Terwijl degenen die dat minder hadden, of bijvoorbeeld niet hadden van docenten of wat dan ook, dus van vertrouwenspersonen als het ware, die waren toch genuanceerder. Die zeiden, ja maar dat is de norm die gegeven wordt, maar je kunt niet de hele samenleving over één kam scheren. Ja. Dat soort. Dus ook de concrete ervaringen van mensen zelf spelen daarbij een rol. Ja, voor de jongeren die uitreizen, mm-hmm. komt er een perfecte storm van omstandigheden bij elkaar, namelijk een uitsluitende boodschap van hun, laten we zeggen, spirituele leiders. Een uitsluitende boodschap van wie zij zien als hun politieke tegenstanders. Die de boodschap van de spirituele leiders alleen maar bevestigt. Ja. De hij en wij verhaal. En het niet kunnen vinden van een goede plek in deze samenleving. Ja. Ja. Ja, en bij dat laatste zitten vaak ook hele persoonlijke factor, hè? Dus een van de dingen die mij altijd opviel in die gesprekken met mensen die dan in Syrië zaten, als ik dan vroeg van, ik vroeg vaak niet van waarom ben je vertrokken, maar ik vroeg van waarom wilde je niet blijven? Mm. En wat mij dan opviel was dat velen zoiets hadden, ja maar waarom zou ik?
Wat heb ik in Nederland? Ik kan me ook één gesprek herinneren, daar was ook een jongerenwerker bij, met een jongen die wilde uitreizen, dat wisten we. En de jongerenwerker die had aan de jongen gevraagd, maak een lijst met redenen om te gaan en redenen om te blijven. Mm-hmm. En de lijst met redenen om te blijven was leeg, echt helemaal leeg. Mm. En de reden om te gaan was een pagina vol. En toen vroeg die jongeren werken. Ja, maar, ja goed, als je eenmaal al in Syrië bent, dan kan ik dan ja, kan hij, ik was nog, hij was nog in Nederland, hè? Hij was nog in Nederland, oké. En die jongeren werken vraagt op een gegeven moment, ja, en je ouders dan? En hij pakt het papiertje terug en schrijft zijn ouders bij de redenen om te vertrekken. En ik wist, hem kennen, de jongen kennende en ook zijn familieomstandigheden kennende, dat was niet ideaal, op zijn zachtst gezegd. Dus ja, zijn eigen familie is er, dat is wel echt een uitzondering, want de meesten hebben gewoon contact met hun eigen familie. Maar dat is een reden om te vertrekken. En het gaat er dan niet zozeer om dat ze per se vinden dat ze zeg maar uitgesloten of slecht behandeld worden. Mm-hmm. Maar in die zin, ja, ze hadden weinig te verliezen, vonden ze zelf. Dat was het eigenlijk. En tegelijkertijd heb je daar een boodschap die uitgestuurd wordt van een heilstaat waarin alles wat je doet betekenis heeft. En natuurlijk de spoils of war. Dus voor hun gevoel zit zij in een situatie van betekenisloosheid. Ja. Tussen de ongelovigen. En ze kunnen zich verplaatsen naar... Maar ze kunnen zich verplaatsen naar een plek van volledige betekenisvolheid. Ja. En toewerken naar God toe. Ja. Dus ja, vanuit, laten we zeggen, of individuele ervaringsoogpunt, kunnen we best wel begrijpen waarom er sommige jongeren daar naartoe uitreizen. Ja, waarbij natuurlijk de meesten ook werkelijk gewoon nul idee hebben wat het betekent om naar oorlogsgebied te gaan, hè? En als ze dat geweten hadden, hadden ze, nou niet iedereen, maar dan hadden sommigen toch echt wel twee keer nagedacht. Zeker. En ik denk dat met oorlog altijd het geval is. Als we echt zouden weten hoe het eruit ziet, dan zouden we veel minder met bravoure en dergelijke oorlog ingaan. Ja. Even kijken, ik wil nog één ding zeggen over de kanttekening die je maakte, dat alle ideologieën geweld op een bepaalde vorm van gereguleerd geweld hebben. Mm-hmm. En die kanttekening wordt eigenlijk altijd gemaakt als het over islam of whatever gaat. Mm-hmm. En het is een terecht kantpunt, want dat is ook zo. Maar het punt is meer van, tuurlijk is dat zo, maar op het moment dat dadelijk een groepering het christenstaat oproept en allerlei christenen naar Oost-Europa gaan uitreizen, dan gaan we natuurlijk op dezelfde manier het over het christendom hebben en die christenen hebben als we het nu over de islamitische staat hebben. Dan hoeven we denk ik niet te gaan zeggen, ja goed, maar alle religies en alle ideologieën hebben geweld in zich en kanttekeningen. Het gaat nu om de specifieke vorm waarop dat de specifieke vorm waardoor het in een cocktail waarin de islam een rol speelt naar voren komt en wat we daaraan kunnen doen en of we er iets aan moeten doen en of dat nou inderdaad iets is wat we met de ideologie moeten doen of dat we sociologisch moeten aanpakken of maatschappelijk of misschien op diplomatiek iets, dat is natuurlijk maar de vraag. Ja. Dus ja, die kanttekening die zegt mij meestal niet zoveel. Ja, nee, dat snap ik. Ik denk zelfs dat die voor sommige mensen misschien wel vergoelijkend of zo kan overkomen. Mm. Die kanttekening. Toch denk ik dat hij is wel van belang, denk ik. Want analytisch gezien, hè. Mm-hmm. Want kijk, je zegt terecht, in dit specifieke geval met islamitische staten en dergelijke, van wat is dan het specifiek islamitische wat een rol speelt in die hele cocktail? En die vraag is natuurlijk sowieso heel lastig, want net zo goed als het ook heel lastig is om sociologische factoren als het ware te isoleren en te zeggen dat is hem. Maar een van de manieren om dat goed te doen en goed en scherp en zorgvuldig te benoemen is ook om te kijken, ja maar
Hoe zit het met de andere religies en ideologieën? Hoe werkt dat dan? En zien we hier iets dat specifiek is, of dat of in vorm of in taalgebruik, of in ja, weet ik wat allemaal, nog meer. En dan kun je, ik denk bijvoorbeeld, hè, dus dat wat IS gedaan heeft en Al-Qaeda ook maar minder, is heel erg gebruik maken van die eindtijdverwachtingen. Dus kijk, van Al-Qaeda zou je kunnen stellen van men zette de eindtijdverwachting, die volgens de islamitische tradities natuurlijk in Syrië start plaatsvindt, hè, de laatste slag als het ware. De Al-Qaeda zet hem in als het ware ter propaganda en mobilisering. IS is van plan om die laatste dag tot stand te brengen. Ik denk juist ook dat het kijken naar andere religies, in dit geval denk ik met name de christelijke, dat ook heeft aangescherpt bij onderzoekers, van om daar goed naar te kijken. Want op zich, natuurlijk, de islam heeft een, net als iedere religie opnieuw, een eindtijdtraditie. Maar die is ook wel in het verleden ingezet door gewelddadige groepen. Maar dat is onvergelijkbaar met zoals christelijke groepen dat hebben gedaan. Maar nu, IS heeft er wel echt een nieuwe laag, nou een stuk of 10 nieuwe lagen, bovenop gegooid. En dan is het echt wel de moeite waard om te kijken van, hé, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij christelijke en joodse groepen en hun eindtijdverwachtingen? Wat is hier specifiek bij IS, zowel qua inhoud als qua vorm of weet ik wat. Dus ik denk dat die vergelijking en het is ook, ja, kijk, die opmerking, ik geef gelijk toe, het is een beetje een standaard opmerking van mij. Ja, je hebt niet een religie. Ik snap het punt heel goed, natuurlijk. Inderdaad, we willen weten waarom dat hoe religies zich kunnen uiten in vorm van geweld en hoe ze geweld gebruiken, zodat we daar iets van kunnen leren en kunnen vergelijken. Zodat het niet lijkt alsof de islam kapot moet, want het lokt geweld uit. Alsof dat de enige religie is dat geweld. Sterker nog, voordat religies bestonden en voordat er een abrahamistische god bestond in de geest van mensen, waren we elkaar ook de kop aan in slaan. Ja, waren de Nederlandtalers of wij die de Nederlandtalers uitgegroeid hebben? In volgens ieder geval, mij waren wij dat. Je zou kunnen stellen dat niet dat het religie geweld uitlokt, maar dat religies het niet voor elkaar gekregen hebben om het geweld die inherent aan mensen is te kunnen onderdrukken. Kun je ook zeggen. Wat de reden dat ik me opmaak is omdat en heel vaak in de discussie wordt het een hamer om mensen mee te slaan, dan wel van zie je wel moslims, of het wordt een hamer om te zeggen hou je mond, want ook niet moslims. En de analytische concept is natuurlijk inderdaad belangrijk en moeten we maken, denk ik. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik wil me bewegen tussen die twee scheidslijnen, laat ik zo zeggen. Ja, dat snap ik. Maar kijk, op zich, ik vind het wel aardig dat je dit zegt, want er is nog een derde hamer, zeg maar, van deze stelling. En dat is eigenlijk het resultaat is precies wat jij nu doet. En daar ben ik blij mee. De derde hamer is ook om tegen mensen te zeggen, wat bedoel je nou? Religie leidt tot. Ik bedoel, nemen we het christendom. Het christendom is ook, voordat ik ga eten, als ik bij mijn ouders eet, even het Onze Vader zeggen aan tafel. Ik ga niet na het eten gelijk iemand de kop inslaan. Dus wat bedoel je nou? Precies, het is ook een manier
En ik geef eerlijk toe, als ik met verkeerde benen bed ben gestapt, denk ik ook wel eens, hou toch gewoon je mond dicht. maar in de meeste gevallen is het ook van, oké, maak je vraag concreet. Wat bedoel je, waar ben je naar op zoek? En dan komt er vaak een gesprek uit, nou, eigenlijk zoals wij dat nu hebben. En dat, bedoel, ja, dat vind ik wel zinvol. Ja. En we hebben natuurlijk ook over onderwerpen die best wel complex zijn. Zoals je al zei, die scheiding tussen gelovigen en geloof is gewoon heel moeilijk te maken. Ja. Ook om consequent te maken. Maar we moeten hem wel maken. Of ja, misschien niet is geloof, maar misschien is het ideologie of dogma. Want enigszins geloven in de islam en geloven in een god en in het christendom kan namelijk heel anders zijn dan wat de leer en wat de dogma is. Die geloof kan natuurlijk zichzelf ontwikkelen en dat zie je denk ik ook wel. Ik denk, en ik ga nu speculeren, ik weet het niet zeker, maar ik bedoel, zo'n Qatar Bukhalikt, denk ik, is volgens mij, heb ik het idee, een persoon die gelooft in de islam, maar die dat veel liberaler doet dan in de islamitische leer of dogma, laten we zeggen, als er een dogma in de islam is, want dat is natuurlijk ook nog lastig, gedaan wordt. Maar zij noemt zich wel moslim. Als je daar een salafist zou vragen, of ja, laten we zeggen, als je naar Syrië zou gaan en zou zeggen, bij een gelovige die veel conservatiever is, waar de plek van de vrouw veel meer thuis zit, wat natuurlijk niet alleen maar een islamitisch iets is, maar ook een cultureel iets is, dan zou haar positie als moslim veel lastiger zijn. Ja. Dus het verschil tussen de gelovige, de leer op zichzelf, is al heel lastig te maken. En waar mijn kritiek over het algemeen uitgaat, is denk ik niet eens zozeer de inhoud van de leer, want ja, wie ben ik? Maar ik denk dat er een probleem zit, namelijk met het feit dat, en ook dit heb je bij het christendom, maar daar hebben we denk ik de afgelopen jaren mee leren omgaan. In de islam is er het idee dat de Koran het laatste woord van God is en het onfeilbare woord van God. Dus het is niet geschreven door andere mensen. Het is echt uit de hemelen neergedaald, het laatste woord van God, en zo is het. En er zit van alles in. Je kunt daar een heel liefdevolle leven uithalen en heel liefdevol leven. Mijn familie in Irak is super islamitisch, maar die zijn super liefdevol en super open naar ons toe, naar mij toe. Maar je kan daar ook inderdaad een IS-dinges uithalen, een IS-ideologie uithalen. En ik denk dat welke je ook kiest, je kan de Koran zo lezen dat beide eruit te halen is. En nu is het dus zo dat beide kunnen aanspraak maken op het onfeilbare woord van God. En wat ik denk is dat het kern, de kernuitdaging is voor, laten we zeggen, een islam die zichzelf kan moderniseren. Dus waarbij nieuwe gelovigen die een liberalere islam aanhangen, ook kunnen aanspraak maken op een islam. En zolang die onfeilbaarheid niet losgelaten kan worden, is het heel moeilijk om te, laten we zeggen, innoveren. Innoveren is al een vies woord in islam, volgens mij. Om te innoveren in de islam. in ieder geval om te vernieuwen, laat ik zo zeggen. Ja. Ja, daar zou denk ik inderdaad een punt kunnen zitten. Tegelijkertijd geeft natuurlijk die nogal flinke bandbreedte eigenlijk aan de interpretaties die je al aangeeft. Natuurlijk al aan dat het wel degelijk echt alle kanten op kan. En dat het wellicht iets te maken heeft inderdaad met die teksten, maar ook waarschijnlijk met andere factoren. En ik denk bijvoorbeeld als je kijkt naar het gedachtegoed van IS of van Al-Qaeda, dat soort dingen, dan speelt eigenlijk de Koran niet eens een grote rol. Dan gaat het meer om hadith bijvoorbeeld. En gaat het meer om bepaalde soort van schriftuurlijke tradities, interpretaties, die door de eeuwen heen zijn ontwikkeld. En gaat het ook om, ik weet niet of je nog herinnert, die was denk ik 2013, 14.
Men had, dus IS, had een Jordaanse piloot gevangen genomen, gevangen gezet en levend verbrand en dat gefilmd. Ja. En, nou, er zijn allerlei straffen mogelijk volgens de islamitische tradities, maar verbranden hoort daar over het algemeen niet bij. Nadrukkelijk niet zelfs. IS kwam met een islamitische rechtvaardiging van een halve pagina. Nou, ik denk dat je zelf ook weet dat meestal van dat soort, dat zijn ellenlange traktaten met allerlei voetnoten en mitsen en maren. En als je niet meer hebt dan een halve pagina, dan is het wel heel erg mager wat je hebt. Nou, men heeft, er zit één verwijzing in naar een Koranvers die men echt anders interpreteert dan eigenlijk welke andere groepen dan ook. Ook de onder Al-Qaeda. En daar zitten hadith in, ja, waar men de helft van opschrijft. En zelfs dan was de lezing van de IS. Dus men kan deels met de Koranvers, maar zeker met de hadith, zeker met werk van islamitische geleerden, noem maar op. Ja, kan men eigenlijk dusdanig alle kanten op. En ik vraag me af wat jij bedoelt. Is dat eigenlijk, vraag je nou om een, als het ware, een soort Luther of Calvijn in de islamitische traditie? Ja, nee, ik vraag er niet om. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik ben eigenlijk gewoon aan het papegaaien wat mijn vader onderzocht heeft. Heeft hij onderzocht? Ja, dus ik kan niet zeggen dat ik hier eigen onderzoek naar gedaan heb. Maar mijn vader is zelf heel lang moslim geweest. Die is ook in Irak. Is hij onderdeel geweest van de moslimbroederschap? Ik denk het wel. Ik denk volgens mij was hij toen het tijd wel onderdeel van de moslimbroederschap. Toen het nog een andere vorm had dan het nu heeft, laat ik het zo zeggen. En die is daarna een tijd uitgestapt omdat hij vragen bleef hebben en bla bla en zichzelf ging afvragen. En tegenwoordig schrijft hij over de relatie tussen de islam en de Koran en Mohammed en over God. Dus hij heeft een aantal boeken in het Koerisch over waar ligt de waarheid, bij God of bij de Koran. Nou, een van zijn dingen wat hij daarin doet bijvoorbeeld is, en hij schrijft dit voor een Irakese Koerische publiek, waarbij dus de Koran nog wel echt een niet alleen maar een metaforische waarheid kan hebben, maar ook daadwerkelijk een letterlijke waarheid. Waarin hij gewoon eigenlijk onderzoekt waar dat in de Koran er een heliocentrisch wereldbeeld erop nagehouden wordt. Zeggende dus dat de aarde stilstaat en de zon draait. En nog een aantal van zulke dingen, van zulke voorbeelden en interpretaties komt hij, waarin hij eigenlijk uitlegt, nou, als de Koran komt van een onfeilbare, alwetende God, hoe kan het zijn dat het niet strookt met wat we weten dat waar is? En hij gaat daar ook psychologisch op in, dus hij beschrijft hoe dat is voor een gelovige om daartussen vast te zitten. Hier heeft iemand de waarheid, dat heeft mij geleerd dat dit de waarheid is, maar met mijn eigen ogen kan ik zien dat het niet zo is. Of ik moet een complot invoeren dat het daadwerkelijk niet zo is, of ik moet accepteren dat het in ieder geval niet 100% helemaal waar is wat daar in die Koran staat. En dat geeft natuurlijk ook een identiteitsprobleem. En wat hij zegt is, als we willen dat de islam kan moderniseren, dan moeten we accepteren dat de Koran geen letterlijke waarheid is, want dat zal voor een God niet nodig zijn, dat jij een letterlijke waarheid hebt. De Koran is gemaakt is geschreven om de macht van God aan te tonen, om de grootsheid van God aan te tonen. En in die zin is het een metaforische waarheid. En wanneer je dat doet, wanneer je dat dus accepteert dat het een metaforische waarheid is, kun je dus als Shiït en Soeniet, nu ga ik even zelf speculeren, ik weet niet of hij dat zelf zegt. Kun je Shiïti zijn zonder te zeggen dat de Soenieten geen echte moslims zijn en kafir zijn? En Soenieten geen echte moslims zijn en kafir zijn? En ben je veel minder vatbaar voor, ben je als, laten we zeggen, als gemeenschap veel minder vatbaar voor een
IS die die ideologie inderdaad wil inzetten als een middel tot geweld en dergelijke. Want het is een metaforische waarheid en geen letterlijke waarheid. En het is een, wat hij ook zegt, het is dus een menselijke, het is een menselijke iets wat gemaakt is in de geschiedenis. Maar hij ontkent niet dat daar een spirituele lading aan zit die dus enigszins een contact met een god kan hebben. Dus dat bijvoorbeeld Mohammed wel daadwerkelijk een spirituele ervaring heeft gehad die, waarin hij in contact komt met iets groters dan dat wij zijn, maar dat dat nog altijd een menselijke interpretatie is van die ervaring en dat dat dus per definitie feilbaar is. Ik denk dat ik het zo goed samengevat heb. Wat ik interessant vind, de discussie die jij nou noemt, ik herken hem. Ja. Vanuit mijn onderzoek bij salafisme. Oké. Je hebt daar namelijk discussies, en natuurlijk de conclusie is anders dan die jouw vader trekt. Natuurlijk. Maar men zit wel, zeg maar, deels. Ik denk dat jouw vader, en in ieder geval de een paar van de salafistische predikers die ik gesproken heb, die misschien elkaar niet heel aardig vinden, maar wel elkaar's denktrend kunnen volgen. Je hebt dan discussies over. Op een gegeven moment gaat het over de hand van God. Mm-hmm. Waar een Koranvers over is, of ook een troonvers, dus waarin gesteld wordt dat God boven zijn troon zetelt. En dan ontstaat de vraag, ja, maar wat is dat dan? Mm-hmm. Als hij handen heeft. Ja, maar als hij handen heeft, is dat dan dezelfde hand die jij en ik hebben? Mm-hmm. Dat is niet oké. Want dan schrijf je God menselijke eigenschappen toe. Mm-hmm. Maar is het dan symbolisch? Nee, dat is ook niet oké, want er staat handen. En je moet het letterlijk lezen. Wat is het dan? En ja, ik bedoel, ook daarin, en dat zijn een belangrijke discussie, want deels, ik bedoel, wellicht voor jou en mij als outsiders denk je van, wat ga je zeuren over dat soort details, maar het zijn dus fundamentele, en in die zin denk ik ook, je vader heeft echt een super interessant punt, het is echt een fundamenteel vraagstuk, hoe moet je de Koran lezen? Ja, ja. En dat kun je, ik vind het dus grappig om te zien dat je de aankleding van dat vraagstuk voor een deel vergelijkbaar tegenkomt bij mensen die de religie verlaten hebben of wat afstand genomen hebben. En degene zoals salafisten die dan juist vaak aangezien worden als fundamentalisten van die religie. Ja. Superboeiend. Want ja, nee, maar inderdaad, maar het is ook inderdaad een wezenlijke vraag. Als je zegt. En er zijn ook vragen. Kijk, elk kind stelt op een gegeven moment de vraag van ja, maar zit de hemel dan in de wolken bijvoorbeeld? Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik ben tot een bepaalde leeftijd als moslim opgevoed. En ik had ook die vraag van, hè, maar wacht even. In de wolken, is het dat dan? En het punt is dus, heel veel van die vragen worden dus de kop ingedrukt. Of er worden antwoorden gemaakt waardoor het toch wel klopt inderdaad. Van het is wel letterlijk, maar je moet het en dergelijke. En wat dat kan creëren is voor mensen een soort van cognitieve dissonantie, of misschien zelfs een soort, schizofrenie is een groot woord, cognitieve dissonantie, waardoor ze of stoppen met vragen stellen en de leer accepteren zoals die is, want dat is makkelijker, of zich afwenden volledig van de leer en de hele religie daarvan afzien. Wat mijn vader heeft gevonden, denk ik, is een tussenweg waarin die los kan staan van die letterlijke uitleg, maar niet de betekenis van religie en geloof hoeft te laten vallen. Want een van de dingen wat heel vaak gedaan wordt is, de Koran is namelijk, als ik naar iemand toe ga en ik zeg tegen een gelovige, ja, de Koran die zit vol met empirische fouten, ja, die gaat echt niet vragen, oh, wat dan, laat me weten. Want de Koran is voor die persoon niet een traktaat dat hij aan het lezen is. Het is een bron van betekenis en een bron van geloof en een bron van zingeving. Als ik dat kapot wil maken zonder dat ik iets ervoor in de plaats heb, gaat hij dat nooit accepteren, want niemand gaat in een zwart gat van betekenisloosheid vallen. Hoe inconsequent het ook zou zijn. Dus je moet op de een of andere manier moet je een soort van, Jordan Peterson zegt het wel vaak, saving your father from the belly of the whale. Dus de cultuur die je gekregen hebt op de een of andere manier redden en er iets nieuws van maken waar je mee verder kan. En dat is denk ik, en ik denk ook dat
ik denk oprecht dat heel veel moslims en heel veel jongeren ook met die vraag zitten. Hoe ga ik deze nieuwe wereld in zonder dat ik de betekenisvolheid van wat ik uit de islam meegekregen heb niet verlies? Zij hebben denk ik het probleem vanuit meerdere kanten. Intern hebben ze het probleem zoals je het noemde. Extern hebben ze het probleem van een PVV bijvoorbeeld die eigenlijk zegt de islam die is niet te redden. Op geen enkele manier. Tegelijkertijd heb je ook de ridders die zeggen nee, de islam daar is helemaal niks mis mee. En het is alleen maar de PVV die de islam zwart maakt. Die ook geen ruimte creëren voor daadwerkelijk interne dynamiek binnen de islam zelf. Waarin jongeren eruit proberen te komen. Ja. Dus ja. Maar dan is het interessant dat je dit zegt. Want dit is denk ik deels... En dat klinkt misschien wat tegenstrijdig. Want als iemand zich natuurlijk vastbijt in de zeg maar, conservatieve lezing van de islam, dan zijn het de salafisten. Mm. Maar volgens mij is ook precies wat je beschrijft, precies één, in ieder geval lange tijd, één van de belangrijke punten van de aantrekkingskracht van het salafisme geweest in Europa. Daar kun je alle vragen die je maar wil stellen. Mm. Over het bestaan van God, over homoseksualiteit. En oké, je gaat niet vragen van, hallo, Cher, ik ben homo, wat moet ik nou doen? Nee, it's always asking for a friend. Maar de vraag kan gesteld worden. En wee je gebeente ook als je daar, als je iemand voor de gek gaat houden met zijn vraag. That's not done. Dus de ruimte om vragen te stellen. En de antwoorden zijn bijna altijd conservatief en heel burgerlijk. Mm-hmm. Maar de ruimte om vragen te stellen was, denk ik, voor de Nederlandse moskeeën lange tijd groter in die salafistische kringen dan in de, laten we zeggen, meer traditionele Turks-islamitische, Marokkaans-islamitische kringen. En dus dat, want die salafistische predikers hadden heel goed door dat het een uitdaging is, eind jaren 90 al, vorige eeuw, dat het een uitdaging is voor jongeren om allerlei conflicterende, soms verleidelijke uitdagingen, als het ware af te wegen, ze hadden er natuurlijk zelf een belang bij om een soort islamitische voorhoede te zijn en te worden. Ze zagen ook, nou de jongeren die kunnen eigenlijk niet naar de moskee om de hoek waar hun vader heen gaat, want die imam spreekt geen Nederlands. En als hij dat wel doet, dan heeft hij nog geen idee waar die jongeren mee zitten. Terwijl juist hè, die predikers, ja, die hoef je niks wijs te maken. Die zijn hier, hallo, zijn hier geboren, opgetogen, hebben zelfs soms een bepaalde geschiedenis achter de rug. Ik ga hen geen smoesjes vertellen, want ze hebben ze allemaal zelf verzonnen. Ja, ja. dus die hebben ook een zekere, behalve een zekere openheid, binnen grenzen natuurlijk, maar dat is altijd zo, ook een zekere street credibility om op die manier om te kunnen gaan met vragen van jongeren. Waar komt dat vandaan dan? Dat die openheid vanuit, die openheid van, gecombineerd met een conservatisme vanuit het salafisme? Ik denk dat is typisch iets. Kijk, en misschien zou je denken, komt hij weer met zijn reflex naar de christenen toe. Heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken met het feit dat ik heb mijn studie gedaan aan de VU. En de antropologie van de religie was daar echt de antropologie van het christendom. Mm-hmm. En heel veel van die aanpak gebruik ik ook in mijn antropologie van de islam, zeg maar. Yeah. En het was op de VU heel erg gericht op de Pinksterbeweging. Mm-hmm. In verschillende delen in de wereld, Zuid-Korea, Brazilië, Mozambique, Nederland, Polen. En hoe die beweging is opgebouwd en zich heeft groot gemaakt, want het is echt een grote beweging, is voor mij ook een inspiratie geweest om te kijken van, hey, dat is ook een manier om te kijken naar dat salafisme met her en der wat aanpassingen. En wat je ziet is eigenlijk deze openheid, of nou ja, laten we zeggen gereguleerde openheid, mm-hmm. is typisch iets voor minderheidsbewegingen, bewegingen die opkomen.
die moeten een markt veroveren. Nou, die markt die verover je niet als je tegen mensen gaat zeggen, ja, als je die vraag hebt, kom je bij ons niet binnen. Nee, die markt die verover je als je kunt zeggen, hey, als je vragen hebt die je nergens kunt stellen, kom maar bij ons. Dat is goed. En je ziet dat bij de Pinksterbeweging, dat is inmiddels wel een ander verhaal, want die is in sommige gebieden echt dominant, maar waar het een minderheid is, is het, en ook wel, ja, ook voor die bewegingen zelf, dus ook voor die salafis, ze moesten ook wel, want ze hadden veel minder ingang in de reguliere moskeeën. En zo waren ze ook een van de eerste bijvoorbeeld die gebruik gingen maken, professioneel gebruik gingen maken van internet en van databases die je kon maken op internet. En zodat je niet een e-mail naar een cyberimam moet sturen en dan 2 weken later 10 pagina's aan antwoord krijgt. Dus wat jongeren natuurlijk sowieso A, niet lezen, maar als het antwoord over 2 weken komt, ja, dan ga je die vraag, als je dan pas het antwoord moet hebben, dan stel je op dat moment de vraag. Dus die hebben nu een vraag, willen nu een antwoord. En het is veel makkelijker als je je antwoord kunt intikken en je drukt op submit. Of de vraag kunt intikken, druk op submit en het antwoord rolt eruit. Dat hadden die salafisten goed begrepen. Dus zij waren daar ook, dat was als het ware hun manier om, als je het even ziet als een religieuze markt, hè, met vraag naar kennis en aanbod van kennis, dan was dat hun manier om die religieuze markt open te breken. Ja, en dat is heel succesvol geweest. Maar ze moeten tegelijkertijd ook mensen hebben gehad die, of mensen hebben gevonden die daar ook heel goed in waren. En die ook gewoon open waren om het om over laten we zeggen, heel niet reine onderwerpen te spreken. En ze moeten daar ook nog eens antwoorden op hebben gevonden. Nee, we hebben natuurlijk een lang geschiedenis, waarschijnlijk waren er heel veel antwoorden ook al wel te vinden. Maar is dat een groep mensen geweest in Nederland die zich op een gegeven moment is gaan verenigingen? Is dat een of kwamen ze zelf vanuit de moskeeën en dachten ze, nou, dit is het niet? Of hebben ze gedacht, nou, we moeten de islam gaan redden, want het gaat de verkeerde kant op? Ja, er zijn 3, denk ik, verschillende zaken geweest die een rol hebben gespeeld. En beschrijven dat mijn collega's Joas Wagemakers en Carmen Becker en ik in ons boek over salafisme. Er op een gegeven moment op verschillende plekken, ook in Nederland dus, een situatie ontstaat in de jaren 80, waarbij de toenmalige jonge generatie ontevreden is over de koers van de moskeeën. Mm-hmm. Te behouden, te gesloten en nog te weinig gericht op jongeren, terwijl iedereen wel zag van midden jaren 80 van die jongeren komen eraan. Je zag dat onder andere in Eindhoven en Amsterdam. En die groepen wilden eigenlijk wel weg van de moskee, maar konden dat weer niet, want dan moet je nu een moskee oprichten. Maar ja, wie heeft daar nou het geld voor? Tegelijkertijd was er ook vanuit Saudi-Arabië, vanuit Egypte, Qatar minder nog, denk ik, op dat moment. Vooral Saudi-Arabië, Egypte. Een zekere drang naar Europa als missiegebied. En men had, het is echt heel fascinerend, men had in de jaren 70, waren er al een aantal shares vanuit Saudi-Arabië naar Europa gegaan, onder andere Nederland, om te kijken, wat is de potentie voor missie? Mm. Nou, die potentie was enorm. Want Europa was compleet van God los. Ja. Dus men had heel veel behoefte aan spiritualiteit. Materieel ging het goed, niks dan bewondering, lees je ook in die verslagen van die sheikhs. Maar spiritueel, wat een woestenij. Ook een dorstige bevolking, want je hebt moslims die eigenlijk volledig zijn afgesneden van de ware islam en misschien nog wat dingetjes van de cultuur islam hebben. Dus het gebied ligt er. Een beetje halverwege jaren 70, eind jaren 70. Dan een andere ontwikkeling is ook dat in de jaren 80 in verschillende groepen in Saudi-Arabië en Egypte
ook van de overheid daar de gelegenheid kregen om als privé liefdadigheid, privé ondernemingen, Europese organisaties te gaan steunen. Mm. Nou, die groepen en die allereerste groep die ik noemde, hè, dus die groep mensen die ontevreden waren over de moskee, die vinden elkaar. En dat heeft bijvoorbeeld geleid tot de oprichting van de Vulkaanmoskee in Eindhoven. Mm. En dat is eigenlijk het resultaat van een groep uit Helmond. Die is weggebroken uit die moskee, een alternatieve plek zocht. En dat werd dan Eindhoven. Tahit Moskee heeft, Amsterdam heeft net iets andere geschiedenis, maar ook, lijkt daar ook een beetje op. En ja, dat zijn zaken die bij elkaar op elkaar ingrijpen. En een soort extra factor, zeg maar slagroom op het toetje, om het zo maar even te noemen. Hoewel ik denk dat bijna niemand dat vindt, ook Saoedi-Arabië niet. Wat Saoedi-Arabië ook heeft gedaan, jaren 70, maar met name jaren 80 na de bezetting en de belegering van de grote moskee. Mm-hmm. En wanneer was dat? 79. Een heleboel mensen gevangen gezet en verbannen. Met name mensen die een soort connectie hadden met moslimbroeders. Het zij Egyptische moslimbroeders, het zij Syrische moslimbroeders. Heeft men uitgezet naar Londen onder andere. En ik weet niet precies waarom men dat op die manier gedaan heeft, maar als men heeft gedacht, we zetten die in Londen neer, dan zijn we er vanaf. Dan zijn ze echt van een koude kermis thuisgekomen. Want dat zijn de groepen die, met name in Europa, echt de salafisten georganiseerd en opgezet hebben. En vanuit Londen bijvoorbeeld is er ook vanuit het netwerk van Mohammed Sarour, afkomstig uit Syrië, vertrokken naar Saoedi-Arabië, uitgezet, begin jaren 80, naar Londen gegaan. En Eindhoven was voor hem de hub voor de rest van Europa. Vanuit Eindhoven ging het naar Aken, Hamburg, Parijs op een gegeven moment, Brussel, Antwerpen. Zeker eind jaren 80, begin jaren 90. Eindhoven was echt een centrale hub voor het Europese continent, het vasteland. En het is gewoon goed georganiseerd, het is slim georganiseerd. En wat denk ik ook een rol speelt, is dat je in al die kringen zag je vrij snel bekeerlingen. Autochtone bekeerlingen, maar ook uit zogeheten allochtone groepen. En het zijn ook met name de bekeerlingen die ervoor gezorgd hebben dat echt alles bespreekbaar was. Die werden denk ik toch wat minder geremd op dat punt door allerlei zeg maar soort religieus, cultureel, traditionele terughoudendheden en beperkingen. Ja. Kijk, en vergis je niet, die jongeren die dus op een gegeven moment als het ware ook echt aan het woord komen, dan zijn natuurlijk wel gewoon jongeren die hier opgegroeid zijn. Ja, ik kan me discussie herinneren, de moskee waar ik zat op een gegeven moment, ik zat boven met de imam en met de voorzitter en we hoorden allerlei gedoe uit de gebedsruimte, dus neem maar eens kijken. En was dus een jongen, die was 15, en die zei tegen een man van 85... Ah, bidt u al een hele leven zo? Ja, maar dan is uw gebed ongeldig. En als uw gebed een hele leven ongeldig is, bent u dus gewoon geen moslim. En hoeveel klappen kreeg die jongen? Nou, die werd door de imam subiet naar boven gestuurd. En ik zei van, nou, dat wil ik wel even zien, ik ga mee. En zegt die jongen nog van, ja, maar meneer Martijn, die weet precies wat ik bedoel. Want je leert hier in Nederland gewoon dat je eerlijk moet zijn. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, laten we hem even Hichem noemen. Hichem, als ik op deze leeftijd zo tegen mijn vader zou praten, als jij tegen die man gesproken hebt, dan denk ik dat ik toch echt een draai om mijn oren krijg. En volledig terecht. Want ja, je mag best eerlijk zijn tegen je ouders, of tegen ouderen, graag zelfs. Maar dat doe je nog. Dit was niet respectvol. Ja, precies.
Maar dat is wel die directheid. En ook tegen bijvoorbeeld jongeren die tegen een imam, oudere imam, die echt ook serieus geleerd heeft, vraagt: wat is je bewijs? Je beweert wel van alles. Wat is je bewijs? Mm. Toon het dan mm-hmm. aan. Nu is dat een normale vraag. Die kun je stellen. Destijds, eind jaren 80, begin jaren 90, dat was zo omschoft. Ja. Dus ook, zeg maar, die... Nou ja, laten we het even de Hollandse directheid noemen. Brabanders zeggen ook, dat is echt een Hollands dingetje. Klopt, denk ik wel. Die speelt daar denk ik ook wel een rol in. En met die bekeerlingen hadden die salafisten daar eerder, denk ik, de vruchten en soms ook wrange vruchten van. Ja. Je noemde ook dat salafisme ook wel door hulp vanuit Saudi-Arabië en dergelijke groter is gemaakt, omdat zij hier dus een woestenij aan spiritualiteit zagen. Ik moet dan meteen weer denken aan Qatar en de verdachtmakingen dat zij... Ja, wat is het? Ik denk dat er een beetje drie soort verdachtmakingen naar haar zijn gemaakt. Eén, ze zou een moslim zijn met een hoofddoek en ze hoort niet in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Twee, GroenLinks is een seculier-liberale partij, die horen haar niet aan te nemen. En drie, Femiso is eigenlijk een islamiseringsorganisatie en Qatar is eigenlijk gewoon een spion. Ik denk dat een beetje de drie verdachtmakingen zijn. Nou, die eerste twee die kun je denk ik volgens mij gewoon aan de kant schuiven. Want ja, hoofddoek, daar heeft niks mee te maken. Wie GroenLinks aanneemt als kandidaat, dat mogen ze lekker zelf bepalen. En die derde is, nou ja, ik weet niet hoe dat zit. Ik heb geen idee. Femiso volgens mij zou volgens de Duitse inlichtingendienst een gevaar zijn of iets dergelijks. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is, zit daar een kern van waarheid in het idee dat Saudi-Arabië, even dan als voorbeeld, door middel van propagatie van islam, invloed wil uitoefenen op binnenlandse betrekkingen? Ja, deels zit er wel wat in. Kijk, bij Turkije weet ik dat het zo is. Bij Rusland weet ik dat het zo is. Ja. Kijk, het gaat er op zich, ik bedoel, Saudi-Arabië niet per se om dat die dat ze nou precies willen reguleren hoe moslims in Nederland of zo zich gaan gedragen. Maar het is wel goed voor de uitstraling wereldwijd dat ze natuurlijk islamitische missie propageren. Ze pretenderen toch de hoeders van de heilige plaatsen te zijn. Het is ook, wat in het geval van Saudi-Arabië denk ik heel belangrijk is, het is echt ook bedoeld als geopolitiek zetmiddel. Voor Nederland is het niet zo'n issue, maar bijvoorbeeld voor als het gaat om Engeland wel. Als tegengewicht tegen de Sjiïten. Die, in ieder geval in sommige gevallen, gesteund worden door Iran. Dus ook die geopolitiek van Iran en Saudi-Arabië zit daar achter. Voor een deel geldt dat natuurlijk ook voor Turkije en Erdogan. Voor een deel is het ook hun geopolitiek, hè, en Erdogans persoonlijke belangen die opvallend vaak op één lijn worden gezet met die van Turkije, zeg maar. Dus die geopolitiek speelt daarbij een rol. Het feit natuurlijk ook dat, zeg maar, Saoedische oppositie, die men dus heeft uitgezet, op een gegeven moment activiteiten gaat ontplooien in Europa. En bijvoorbeeld ook ervoor zorgt dat een gedeelte van de Europese moslimbevolking zich in de jaren 90 tegen de Saoedische overheid keert, ten tijde van de Golfoorlog. Dat heeft voor Saoedi-Arabië de noodzaak groot gemaakt om, als het ware, ja, de diaspora te gaan, de islamitische diaspora te gaan beïnvloeden. En je ziet ook dat in de reactie op dat afkeer van de jaren 90 komt er ook een nieuwe salafistische groep op, die echt nadrukkelijk wordt gesteund door de Saoedische overheid en absoluut loyaal is
ik zou zeggen, militant loyaal is aan de Saoedische overheid. Tegelijkertijd moet je denk ik ook vaststellen dat dat voor een deel ook gewoon echt spectaculair mislukt is wat de Saoedische overheid heeft. Als je kijkt naar de belangrijkste centra, en in Nederland zijn dat denk ik toch Assouna, het Tawhid en de Vulkaan. In Engeland de centra van Birmingham zijn zonder uitzondering pro-Saudi. Maar Leeds en Londen zeker niet. Bijna al die centra zijn in de jaren 90 anti-Saudi-Arabië geworden. Dat was niet de bedoeling hoor, van de Saoedische overheid. Nog steeds overigens wel met geld uit Saudi-Arabië. Maar dan van particuliere stichtingen of van zeg maar verloren sheikh uit het koningshuis. En zoals je weet, het koningshuis van Saudi is nogal groot. Er vallen er wel eens wat mensen uit en half ergens op het randje. Dat is nu riskanter overigens, maar in het verleden konden die ook wel een beetje hun eigen koers varen. Dus ja, op een aantal terreinen, en dat geldt voor Iran net zo goed trouwens, is die poging tot beïnvloeding en het kopen van loyaliteit en dergelijke, ja, echt flink mislukt, backfired zou ik bijna zeggen. Maar ja, inderdaad, ik bedoel, die pogingen zijn er, je noemt ook al inderdaad Turkije, dat is denk ik ook heel duidelijk om te zien, te meer ook omdat het type invloed vanuit Turkije ook veranderd door de tijd heen. Hè? Dus in de jaren 80 hadden we natuurlijk ook die beïnvloeding. Maar toen was de overheid in Turkije echt een andere dan nu. En de beïnvloeding was ook anders. Maar de beïnvloeding, de sociale druk, en ik denk dat die sociale druk echt meer een kwestie is voor de Turkse diaspora. Dat speelt denk ik toch minder in die beïnvloeding vanuit Saudi-Arabië. Maar wel iets meer bijvoorbeeld weer als het gaat om Marokko. Dus ja. Ik denk dat het verhaal weer is dat we hier een paar grootmachten hebben die geloof gebruiken als een geopolitieke tool. Ja. Om hun eigen positie te versterken, maar ook om hun invloed uit te breiden. Met inachtneming dat de ideologie zelf ook ruimte geeft om dat te doen. En de vraag of dat problematisch moet zijn of niet, is denk ik wel een vraag van inhoud. Want wanneer het gaat om de positie van homoseksualiteit, de positie van vrouwen binnen het gezin, adviseren van vrouwenbesnijders, van besnijders zoals één imam aan een tafel bij de nieuwe maan een keer zei, dat vond ik heel mooi. Hij zei, we zeggen niet dat je vrouw moet besnijden, we adviseren het alleen. Nou goed, dat is al ver genoeg. Dus daar wordt denk ik terecht tegen geageerd. En dat zouden we niet willen dat gepropageerd wordt. Nou, we hebben er denk ik niks over te zeggen dat mensen zeggen dat je dat zou moeten doen. Maar wanneer je het hebt over een persoon in een positie van macht waar mensen naar luisteren en die zegt dat zulke dingen moeten, dan moeten daar iets tegen doen. En een van de voorstellingen daarvan is geweest om buitenlandse financiering van moskeeën tegen te houden, dan wel beter in kaart te brengen. En volgens mij maakte jij een punt dat dat niet kan, vanwege de vrijheid van religie. Ja, ik ga het niet even terugkomen trouwens, want ik vond het interessant wat je zei over dat punt van die vrouwenbesnijdenis. Want daar heb ik me ook wel over opgewonden. Ik ben het met je eens, hè. Het gaat hier niet zomaar om zeg maar de buurman drie hoog achter die even een opmerking maakt. Het gaat hier om iemand die, nou, hij is geen imam, maar die daar wel zit als religieuze leraar. En dus iemand met gezag. En dat is ook meegenomen door de rechter. En dat snap ik ook. Ik vind dat ook een terechte opmerking. Tegelijkertijd is het, ik vind het echt een verbijsterende kwestie. Omdat het, en dat was al toen ik had het al gezien voordat het bij Nieuwsuur kwam. En ik dacht, ja, maar dit staat gewoon haaks. Ik snapte hem ook echt niet. Dit staat haaks op wat de moskee
intern en extern, al 15 jaar lang verkondigd. Hmm. Zijn moskee. Ja. Toen imam Fawaz er nog bij was in de moskee. Misschien nog even de situatie kort uit te leggen waar we het precies over hebben. Ja, dus er was op een gegeven moment natuurlijk een... De ophef begon met de uitzending van Nieuwsuur en de publicatie van NRC. Waarin dus werd gevonden dat een leraar bij de Asuna moskee, bij de online lessen, les gaf over vrouwenbesnijdenis. En... even uit mijn hoofd, aankwam met het standpunt dat het vanuit islamitische traditie gezien aanbevolen is. Mm-hmm. En toen dacht ik al, ja, oké, dat punt snap ik, dat kun je inderdaad maken als je de overwegingen van de wetscholen meeneemt. Maar dit is niet wat de Asuna moskee zelf als standpunt hanteert. Zelf zegt men, nee, wij adviseren. Dat is de boodschap van imam Fawaz, die daar dus jarenlang geweest is. En ook daarna, binnen en buiten de moskee. Nee, geen vrouwenbesnijdenis. Er zijn islamitische standpunten over. Ons standpunt is, wij doen daar niet aan. Wij werken daar ook niet aan mee. dus ik snapte hem ook echt niet. Waarom dit nu in één keer werd verteld. En in die zin was het ook niet raar dat ik zelfs vragen kreeg van bezoekers van de moskee. Van wat is nou het standpunt van de moskee? Ja, nou weet ik het ook niet. En kijk, dat daar ophef over gediscussieerd is. Dat zelfs voor de rechter geweest is. Ja, dat snap ik wel. Het is natuurlijk ook geen klein... onderwerp. En zelfs niet als je stelt dat je inderdaad vanuit islamitische tradities, want dat kan, kunt stellen van oké, dit is volgens de islamitische traditie aanbevolen. Ja, eigenlijk, daar kun je het niet bij laten, want dan gaat wat er aanbevolen is ook nog eens een keer een hele specifieke. Leg maar eens uit hoe dat in elkaar, want ik weet het zelf ook niet, maar ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, kijk, sowieso, hè, dus de islamitische wet en regeling heeft natuurlijk verschillende standpunten. Varieert van iets dat verboden is en toegestaan, aanbevolen, enzovoorts. En ja, kijk, in feite, zodra iemand aan een sheikh voorlegt de vraag, is vrouwenbesnijdenis toegestaan, ja of nee? En de sheikh komt met het antwoord ja dan wel nee of ergens daartussenin. Dan is de kwestie van vrouwenbesnijding is onderdeel van wet en regelgeving. Ja, zodra een sheikh is iemand in een positie van macht, die bepaalt eigenlijk, of zijn antwoord maakt het tot een kwestie van wet en regelgeving. Ja, precies. En ook al is zijn antwoord nee, dan is de islamitische regel nee. Bijvoorbeeld. Okay. Ja. Inderdaad, de sheikh is belangrijk, maar natuurlijk ook gewoon, hè, dus in die zin heb je ook als individuele gelovige een grote inbreng, want jij bent degene die de vraag stelt. Nou, er is vanuit een van de wetscholen, we hebben er in de Soenitische Islam 4, dus we kunnen ook nog de Shiiten erbij rekenen, maar laten we even de 4 van de Soenieten nemen. Een van die wetscholen is de Shafi-wetschool, en daar is verschil van mening. Maar er zijn islamitische geleerden die stellen, het is aanbevolen. Maar dan gaat het om wat, denk ik, volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie valt onder de lichtste vorm van vrouwenbesnijdenis. Mm-hmm. Valt nog steeds genoeg over te zeggen, hè, als het gaat om autonomie, zelfbeschikkingsrecht. Het is een lichte vorm van verminking. Dat zou aanbevolen zijn. En dat geldt dan met name in stukken van Egypte, waar het inderdaad ook voorkomt, hè, maar ook in sommige andere islamitische gebieden. Maar er wordt dus eigenlijk niet goed uitgelegd. En dat kwam ook in de Nieuwe Maan niet goed naar voren. Wat is aanbevolen? Mm-hmm. Aanbevolen, als je zegt islamitisch is het aanbevolen, dan wil niet zeggen dat jij het aanbeveelt van ik zou het zo doen.
Nee, dit is de officiële islamitische categorie. En die noemen we aanbevolen. En de Azuna Moskee heeft gezegd, ja, er zijn islamitische geleerden die zeggen dat het aanbevolen is en wij doen er niet mee, punt. Mm. Dus je kunt hem naast je neerleggen. En dat kan eigenlijk in de Nederlandse context vrij ongestraft. Natuurlijk, als je in die groepen zelf zit, dan heb je te maken met sociale druk en de gewoontes enzovoorts. Dus ook, ik bedoel, ik vind ook echt vanuit, ook vanuit islamitische kring, dacht ik ook van, ja, maar zo, als je dit al vindt, dat kan, maar dan nog dien je toch je eigen standpunt wat beter uit te leggen. En ook, en die kwam ook hoor, bij die moskee ook, ook de vraag, ja, maar hoe zit het dan met jullie eerdere standpunt? Over, en die, is ook, die was ook wijd en breed in de media gepubliceerd destijds, in 2007, 2008 of zo. Dus ik had hem eigenlijk ook verwacht van journalisten. Hoe verhoudt dit zich tot jullie eerdere standpunt? Ja, dat was wel een vraag die onder bezoekers leefde. Ja. En terecht, denk ik. Ja, dus hij nam een standpunt in die eigenlijk inging tegen de moskee. En volgens hij legde het standpunt ook niet goed uit. Ja. Volgens de leer die hij zelf zou aanhouden. Zelfs als je, dus zonder de kritische kanttekeningen over zelfbeschikkingsrecht enzovoorts enzovoorts. Ook dan moet je vaststellen, het is beroerd uitgelegd. Ja, ja, ja. Ja. Ja, maar goed, we gingen over naar buitenlandse financiering. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, kijk, mijn punt bij die aanpak van buitenlandse financiering. Ik snap wel dat er over gesproken wordt. En ik denk ook dat dat best een goede zaak is. En je ziet ook, nou ja, we noemden net Turkije. Daar is natuurlijk ook binnen de Turks-Nederlandse gemeenschappen al, ja, het zal het zijn, jaren 80, jaren 90, al discussie over de invloed van Turkije. Of dat nu Erdogan was, of daarvoor de militairen, of weet ik, en wat er allemaal nog tussenin heeft gezeten. Die discussie is er altijd geweest. Ook als het gaat om Marokko, namelijk de jaren 90, was dat heel fel onder Marokkaanse Nederlanders. Ja, dus ik bedoel, dat daar naar gekeken wordt. En ook dat er waar mogelijk aangesloten wordt bij discussies die er onder de moslimgemeenschappen zelf leven, lijkt me een goede zaak. Maar een issue is het recht op zelffinanciering. Religieuze gemeenschappen, maar dat is niet beperkt tot religieuze gemeenschappen, maar op zich religieuze gemeenschappen in Europa hebben het recht op zelffinanciering. Zij mogen zichzelf bedruipen, als het ware, financieren. Natuurlijk, dat mag niet met crimineel geld, maar verder kan eigenlijk heel veel. En dat is een belangrijk recht dat verbonden is aan de vrijheid van godsdienst, want het stelt die religieuze gemeenschappen in staat om onafhankelijk te opereren van de overheid of van wie dan ook. Nou ja, van wie dan ook is altijd natuurlijk een beetje... Oké. Nou, dat recht, een collega van de VU heeft daarover geschreven, Adriaan Overbeke. Dat recht kan ingeperkt worden. Dus zoals alle punten van de vrijheid van godsdienst en alle andere vrijheden overigens ingeperkt kunnen worden. Dat kan ingeperkt worden, maar het moet proportioneel zijn. Het mag niet discriminerend zijn en het mag het recht op zelffinanciering niet te niet doen. Nou, mijn punt is niet zozeer dat de aanpak van buitenlandse financiering dat recht te niet zou doen, want eerlijk gezegd, ik weet dat niet en sterker nog, eigenlijk denk ik van niet. Maar die kwestie die had aan de orde moeten komen in die parlementaire onderzoekscommissie. Want ik las dus op het eind dat rapport en toen dacht ik, ja, maar nu weet ik dus nog niet hoe dat juridisch nu zit. Kan dit wel wat? En
Daar lag toen al een wetsvoorstel van het kabinet. En er waren ook al eerdere pogingen geweest waar de Raad van State vanuit juridische oogpunt op gereageerd heeft. Waarom bespreek je de kritiek niet tijdens die parlementaire onderzoekscommissie? Want dat, als je met een wetsvoorstel wil komen, dan kies je voor de juridische aanpak. En dan ga je op dit probleem stuiten. Dus trek die rechtsgeleerden uit de kast, uit hun ivoren toren, en zet ze neer bij die commissie. Want je kunt wel een probleem signaleren, maar je moet ook nog eens kunnen signaleren of je dat kunt oplossen. Dus ik weet niet of het recht op zelffinanciering aangepakt wordt als je buitenlandse financiering verbiedt. Ik denk het niet. Maar ik, het is ook echt een Komt niet uit. Uit het rapport kan je het niet uitmaken. Nee, en dat rapport had daar antwoord op moeten geven. Ja. Want ja, wat heb je anders gedaan in die parlementaire? Als je niet eens kunt laten zien of wettelijke oplossingen eigenlijk überhaupt wel mogelijk zijn. Ik denk wel dat kan. Maar ik ben natuurlijk ook geen rechtsgeleerde. Nee, En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had nog nooit gehoord van het recht op zelffinanciering tot ik ging verdiepen in die parlementaire onderzoekscommissie. En ik denk, ja, maar je hebt niet maar gewoon half werk, eerlijk gezegd voor een deel broddelwerk, gedaan. Dus die onderzoekscommissie, daar ben je niet zo tevreden over? Nee, ik ben echt diverse keren van mijn stoel gevallen, van verbazing. en ook, ja, we hebben het natuurlijk al even gehad over salafisme. Ja. Op een gegeven moment was natuurlijk ook de baas van de AIVD daar. En toen dacht ik, oké, stel nu dat je salafisme echt ziet, hè, als veiligheidsprobleem. Stel. Mm-hmm. Dan moet je je toch echt zorgen gaan maken om deze analyse. Want die baas van de AIVD stelde van dat we nu een tweede generatie predikers hebben die in hoge mate aan het professionaliseren is. Mm-hmm. Op het moment dat hij dat zei, ik kreeg in één keer allemaal appjes binnen van mijn studenten, die gelukkig goed op zaten te letten. En ook van collega's, die allemaal hetzelfde zeiden. Ja, maar dit is toch een hele oude analyse. Mm-hmm. Dacht ik, ja, dit is een analyse uit 2007. Rapport Radicale Dawa. Waarin de AIVD stelt, er komt een nieuwe tweede generatie predikers aan, die aan het professionaliseren is. Mm. 2007 ongeveer, hè? We zitten dus nu in 2020, dus net toen was die commissie. En je zit nog steeds bij die tweede generatie die aan het professionaliseren is. Wat heb je nou al die tijd dan gedaan? En mijn stelling was destijds, in 2007, jullie analyse is achterhaald. We zaten toen al aan de derde generatie. Schijnbaar denkt de AIVD, een beetje spottend, dat ze niet veel hebben uitgevreten in die tussentijd, die salafisten. Mm. Dus je komt met een volstrekt achterhaalde analyse. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat we daar zo op achterlopen? Ja, kijk, ik denk niet dat we daar... Ik kan me niet voorstellen dat de AIVD echt achterloopt. Kijk, de AIVD bekijkt natuurlijk salafisme vanuit een veiligheidsbril. En dus dat is ook niet zo raar, want dat is hun taak. Dat kleurt dus de analyse specifiek op dat terrein. Dat is ook verder niet zo'n issue. En ik denk dat zeg maar binnen die veiligheidsbril de publicaties, zeker de wat oudere publicaties van de AIVD, ook nog niet zo heel erg slecht zijn. En redelijk qua nuance. Dus ik heb echt serieus geen idee waarom de directeur van de AIVD daar dat, ja, sorry hoor, flauwekul verhaal aan het vertellen is. En dan heb je iets later in dat verhoor een voorzitter die vastloopt bij de eerste serieuze
wedervraag van een van degenen die verhoord wordt, van wat verstaat u onder salafisme? En dan geen antwoord kan geven, behalve dan met religie politieke invloed uitoefenen. En dat is te mager. Ja, en een beetje vreemd om te horen uit de mond van een commissie waar bijvoorbeeld ook iemand uit de CDA in zit of zo. Ik bedoel, dan is het CDA ook in een keer salafistisch geworden. Dat bedoelen we niet. Dat bedoelt hij ook niet. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar als je het consequent zou toepassen. En is ook echt niet wat de directeur van de AIVD verteld heeft. Men neemt ook bijvoorbeeld in dacht NRC een stuk, maar weet ik niet zeker. Er zat een fout qua datering van een bepaalde verklaring. Mm-hmm. En in de vraagstelling gaat die commissie gewoon uit van die fout. Maar betekent dat dan dat ze niet hun eigen dingen gecheckt hebben? Mm-hmm. Of dat ze zomaar klakkeloos het mediastuk hebben overgenomen? Ja. Oké. Nou ja, dus die onderzoekscommissie, daar ben je niet heel tevreden over. En de AIVD baart je ook veel zorgen over of ze wel. Nou, niet begrijpen wat ze aan het ons. Niet zozeer of de AIVD kennis heeft, want ik denk dat ze heus wel kennis hebben. Maar wel hoe ze in het publieke domein opereren. Ik snap hier echt helemaal niks van. Ja. Laten we het over een ander onderwerp hebben over, want dat vond ik wel een interessante gelijktrekking wat je trok met de CDA en een politieke islam, even los van salafisme en hoe ik het zie. Het verschil zoals ik hem zie tussen een CDA en misschien zelfs een SGP, ja, nou, hou hem liever op de CDA, niet de SGP, tussen een CDA en laten we zeggen een Ayatollah in Iran die ook via de islampolitiek bedrijft. Ik denk dat het verschil tussen die twee, en misschien is het wel een te groot verschil, maar in ieder geval een verschil tussen een politiek islam en een politiek gemotiveerde partij, is dat de Ayatollah in Iran vanuit de islam politiek kan bedrijven. Dus dat de islam zelf een rechtvaardiging kan zijn en de CDA kan dat niet. Net als het overige NIDA dat niet kan. Ik bedoel, NIDA is misschien een beter voorbeeld, want NIDA is natuurlijk ook een islam geïnspireerde partij. Maar zij kunnen niet. Misschien intern, misschien whatever, maar zij kunnen niet de Tweede Kamer ingaan en vanuit islamitische overwegingen, net als CDA niet vanuit het christendom dat kan, politiek bedrijven. Zij moeten zich bewegen in het liberaal-democratische proces, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dat is een heel belangrijk punt, want context doet ertoe. Mm-hmm. En inderdaad, hè, dus in NIDA, even vanuit gaan dat ze misschien in de Kamer komen, of het CDA. Ja, je kunt best met je hand op de Bijbelvers of de Koranvers gaan aanwijzen, maar het maakt echt in het publieke domein en in het debat in de Tweede Kamer weinig indruk, vrees ik. Je hebt, precies wat je zegt, liberale, seculier-liberale termen nodig. Dat is ook altijd een risico, hè, voor religieuze partijen, dat ze daarmee ook iets verliezen natuurlijk. En dat is, ik bedoel, dat is een belangrijk onderscheid wat je volgens mij altijd in welk geval dan ook goed voor ogen moet houden. Dus islamitische politiek in Nederland is echt iets anders dan in Iran of in Turkije of welk ander land dan ook. Dus dat is een belangrijk punt. Kijk, en wat denk ik vanuit het zoeken naar de verbinding, de expliciete verbinding islam en politiek interessant is, is het vraagstuk, en daar gaat het natuurlijk ook mis in Iran, is het vraagstuk van pluralisme. Mm-hmm. Wat is je boodschap? Hoe ga je om met andersdenkenden binnen je eigen religieuze kringen, maar ook daarbuiten? Welke politiek, als het ware, ontwikkel je daar voor? En je ziet dat, Nida doet dat op een interessante manier. Aan de ene kant bewegen ze zich, denk ik, wat in de
conservatieve richting en trekken ze als het ware een soort van muur op. Uh-huh. Aan de andere kant, op tal van andere, met name sociale kwesties ook, proberen ze juist bruggen te slaan naar andere groepen. En bij sommige groepen is er duidelijk sprake van een worsteling van wat ze daarmee moeten. Dat is denk ik interessant om te zien. Nida is echt bezig om een soort eigen antwoord te zoeken en te vinden op het vraagstuk van pluralisme. Wat voor iedere partij altijd een belangrijke kwestie is. Mm-hmm. En zeker ook voor religieuze partijen. En nou, ik denk dat een heel goed voorbeeld daarvan is het voorstel van hun lijsttrekker volgens mij. Of volgens mij was het gewoon wel vanuit Ida om het beledigen van de profeet weer eens bespreekbaar te maken. Of je dat wel zou willen en of je dat misschien in de wet moet verankeren om dat niet te laten gebeuren. Natuurlijk, een verschrikkelijk slecht voorstel. Laten we tegelijkertijd ook niet vergeten dat godlastering nog geen 10 jaar geleden afgeschaft is in Nederland. Wettelijk gezien, cultureel gezien was het natuurlijk al veel langer afgeschaft. Ook wel belangrijk. Tegelijkertijd wel vond ik het wel heel krom om te zien dat een CDA er als een kan aan het aanvielen was, terwijl zij zelf niet voor het afschaffen van die godslastering waren. Goed, even terugkomend op Nida. Hij pleit dus om dat terug te brengen. Maar hij doet dat dus niet vanuit een islamitische ideologie. Dat is niet zijn, in ieder geval niet zijn expliciete verantwoording. Mm-hmm. Zijn verantwoording is omdat het andere mensen schaadt of beledigt of whatever. Dat is een nogal liberale verantwoording van een theologisch standpunt. Dus inderdaad, daarin zie je ze iets proberen te doen, namelijk hun geloof of hun theologische standpunten te vertalen naar een liberale uitleg, een liberale taal, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat gaat niet altijd goed, zoals bij dit voorstel. Laat ik zo... ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel goed gaat. Ja, ik denk volgens mij op een aantal terreinen zie je dat, denk ik, dat het wel goed gaat. Dat begint natuurlijk al met hun idee van islamitische inspiratie en in Rotterdam heel duidelijk als een islamitisch geïnspireerde partij voor alle Rotterdammers. Mm-hmm. Dat was toen ze net met die slogan kwamen best een waar mensen even over moesten nadenken. Maar daar zie je denk ik al een soort vertaalslag gemaakt. Inderdaad, het voorstel aan zich was inhoudelijk problematisch en ook sowieso volstrekt kansloos. Ik vond de discussie interessant. Kijk, en dat is omdat, en eigenlijk precies wat jij omschrijft, dat is precies het terrein als het gaat om activisme, van welke dan ook. Dat is precies het punt waarop ik me focus. Dus hoe claimt een partij, een actiegroep, een soort publieke aanwezigheid? Hoe gaan ze daarbij uit van hun eigen stem? Hoe passen ze hun stem aan? Want je moet ook nog gehoord worden namelijk. Het interessante is natuurlijk, voor iedere islamitische club, islam is een politiek onderwerp. Mm-hmm. Dus hoe je het ook wendt of keert, jouw boodschap, al ontdoe je hem van, denk je dat je hem van politiek ontdoet, forget it. Dat gaat je niet lukken, want het feit dat je er bent is een politiek feit. Je bedoelt vanuit de islamitische leer of omdat je in Nederland woont? Vanuit de islamitische leer, vanuit de politieke discussies die geïnitieerd worden vanuit VVD, PVV en noem maar op. Ja. Je staat op het politieke menu, zeg maar. En hoe claimen die groepen dan een politieke stem aan de tafel in plaats van alleen maar op het menu? Dat is dus een beetje waar ik naar probeer te kijken. Ja, Nida is inderdaad een interessant fenomeen. En kijk, ja, dat wetsvoorstel, ja. Kijk, sowieso ook natuurlijk dat men, zelfs al zou je een wetsvoorstel tegen godslastering serieus nemen, dat gaat niemand doen in de Kamer, maar stel, dan nog kan dit niet. Want deze is specifiek gefocust op islam.
Je kunt geen wetsvoorstel voor godslastering maken dat alleen maar de islam in bescherming neemt. Sterker nog, dat was een van de problemen met de oude wet. Daarbij was onduidelijk, geldt die nou alleen voor het christendom? Of geldt die ook voor andere religies? Het is verder nooit uitgeprobeerd, dus we weten het niet. Maar aan de formulering en de jurisprudentie kon je het ook niet halen of die inderdaad wel van toepassing was op andere religies dan het christendom. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt geen niet één religie in bescherming of één levensbeschouwing in bescherming nemen. Maar goed, ik bedoel, de discussie was een interessante, vond ik. En inderdaad ook... Ja, kijk, je kunt natuurlijk wijzen op een zekere hypocrisie bij CDA en laten we wel wezen ook bij andere partijen. Die dan er schande van spreken dat ze zelf toch ook lang hebben vastgehouden aan die wet op de godslastering. En laten we wel wezen, ook een VVD daar niet altijd even principieel in is geweest natuurlijk. Hè. Maar ik vind het dan ook wel interessant om te kijken van ja, oké, okay, bedoel, het is zeker met twee maten of hypocriet, net hoe je wil noemen. Maar wat is dan ook, ik ben ook echt wel serieus oprecht nieuwsgierig, wat is dan hun redenering? Wat is hun overweging om zo te reageren? Zij kennen ook wel hun eigen geschiedenis, toch? Met betrekking tot godslastering. Waarom reageren ze dan zo als ze... Ik heb geen idee, maar dat vind ik interessant. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond de discussie niet interessant, omdat ik hem al bij voorbaat kansloos vond. Dus ik vond het vooraf verspilde tijd. Maar ik begrijp wel dat het interessant is om te weten hoe het... Hoe die stemmen zich bewegen inderdaad. Dus dat, vanuit onderzoek naar hoe die dingen plaatsvinden is het interessant. Vanuit de inhoud van de discussie vond ik hem zeer oninteressant. Maar de vraag is ook inderdaad, waarom reageren ze zo fel? Dan moet ik meteen denken aan hoe fel de VVD en Grapperhaus reageerden op die rellen van die een week duurde en hoe snel ze eigenlijk klaar stonden met te zeggen, we gaan hier geen verklaringen voor zoeken en dit zijn verschrikkelijke mensen en het moet gewoon stoppen en bladibladibla. Nou, dat is natuurlijk een, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon duidelijk maken, ik heb hier niks mee te maken. Het ligt niet aan mij. Ik heb niks gedaan waartoe het nu hier naartoe kan leiden. En ik zorg dat die afstand alleen maar groter wordt door heel hard en heel hard op te treden. Ik zou denken dat zo'n CDA'er met dezelfde relatie dat doet. Denk ik. Omdat het gevaar loopt dat zij daarmee zelf ook mee verbonden wordt. Van, hey, wacht eens even, waren jullie niet hiervoor? Moet je heel... moet je dan heel sterk duidelijk maken dat je op geen enkele manier hier ook maar iets van wil weten. Dat is wat ik denk. En ja, en natuurlijk los van het feit dat ik zelf ook heel kritisch ben op standpunten binnen de islam, ben ik niet bang ervoor. En ik denk dat er genoeg mensen wel zijn die er bang voor zijn. En daardoor ook heel snel reageren alsof dat dan in de islam erger zou zijn als je daarvoor godslastering zou zijn dan als je vanuit de christelijke overweging hebt. Ja. Dit wordt schimmig wat ik nu zeg, maar... Ik snap je punt wel. Ik vind eigenlijk, daar had ik niet zo bij nagedacht, maar ik vind eigenlijk je punt over die rellen en standpunt. Dat vind ik ook... Denk ik wel. Ja, want ik dacht toen ook, hallo, mensen mogen na 9 uur niet meer naar buiten. Je moet 1,5 meter afstand houden. Als je dat een jaar geleden of 2 jaar geleden had ingevoerd, dan hoop ik inderdaad dat er rellen waren uitgebroken. Want dat is een enorme inperking van je vrijheid. En ik snap wel, we hebben een pandemie, we moeten met z'n allen iets doen. Maar je denkt toch zeker niet dat mensen... Op een gegeven moment is het op. Voor veel mensen. En dat moet ook ergens... Ik bedoel, neem jongeren ook op dit moment. Tieners. Ik bedoel, ik zie het aan mijn neef, hè, die is nu net 20. Alles wat leuk is, is dicht. Mm-hmm. Hij heeft dan gelukkig nog zijn werk. Dus dat is mooi. Maar voor degenen die school zijn, sommigen zijn al een tijd niet meer naar school geweest. Het kind van een van mijn vrienden, die is 16, die is echt al een jaar niet meer naar school
geweest, omdat haar ouders in de kwetsbare categorie vallen. Mm-hmm. En dus blijft ze al een jaar min of meer verplicht in quarantaine. Ja. Ja. Uitgaansgelegenheden zijn dicht. Voordat die winkels dicht gingen, spraken ze af in de winkels om bij elkaar te komen en dan wat te hangen en te kletsen. Tot grote ellende van het winkelpersoneel natuurlijk. Uiteraard. Maar die winkels zijn nu ook dicht, dus dat gaat ook niet meer. Je mag ook weer niet met z'n allen op een bankje gaan zitten, want dan komt half jongerenwerk en de boa langs. Er is ook werkelijk waar helemaal niks aan. Ja. En dan inderdaad stellen, we zijn niet geïnteresseerd in oorzaken. In sociologie. Ja, maar dat, we hadden net over pluriformiteit. Want het punt is meer van, het punt is ook wel van, als je winkels gaat plunderen en dergelijke, dan ben je tuig. Daar ben ik het mee eens. Maar wanneer je zegt, het is alleen dat en niks anders, dan ben je iets aan het verduisteren. Ja, in mijn opzicht. Dat ben ik met je eens. Ja. Even kijken. Zullen we nu eindelijk eens naar die tweet gaan? Ja, dat zat ik net te denken. We moeten het nog over die tweet hebben. Even kijken. Ik heb hem hier erbij gepakt. Ik link hem hier even in de chat. En kun je hem ook erbij pakken. Oké. Okay. En voor de mensen die dit luisteren, zal ik het even voorlezen. Het ging dus om een tweet van Splinter. Waarin staat religieuze uitingen die anderen in hun vrijheden beperken, mogen niet getolereerd worden. Nou, laat ik even af bij voorbaat zeggen dat ik denk dat ik niet met deze formulering eens ben. Want religieuze uitingen die anderen in hun vrijheid beperken, ik denk niet dat dat kan. Mm-hmm. Ik zie het niet gebeuren. Mm-hmm. Dus, maar wanneer het iets wordt van inderdaad een imam die zegt besnijdenis is aanbevolen, dan wordt het meer dan alleen maar een uiting, dan wordt het een advies. Mm-hmm. Dus daar is ook wel een groot verschil tussen te maken. Mm-hmm. Nou, staat daaronder, Splinter pleit voor betere bescherming van geloofsverlaters, eens verbod op oproepen tot gebed in de openbare ruimte. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Stoppen met financiering van gebedshuizen vanuit onvrijheid. Nou, daar mm-hmm. hebben we net een hele discussie over gehad. Ik denk dat het goed is dat we daarnaar kijken, maar je hebt helemaal gelijk, de juridische onderbouwing is te schaars. Mm-hmm. En dan staat er een plaatje, beschermen van vrijheid. Als homofobie, geslachtsongelijkheid en geloofsdruk een vlucht nemen, leidt dat tot afname van gelijke kansen en verlies aan levensgeluk. Sta ik helemaal achter wat hier staat. Uh-huh. Seculiere systemen in de samenleving moeten verstevigd worden. Sta ik ook helemaal achter. Nou, jij gaat daarop in. Uh-huh. En je hebt de kritiek op met deze woorden. Islamofobie wordt zo langzamerhand verborgen onder een dunne laag van ideeën over vrijheid. Een schabloon om je te profileren als voorvechter van secularisme. Op een manier die toch vooral moslims zal raken. Echt onderscheidend werkt dit niet meer. Waarom dan toch doen? Mm-hmm. Het verwijt hier die jij maakt is dat dit vooral moslims zal raken. Mm-hmm. En dat problematisch is. Dus ik reageer daarop met iets waarvan jij het niet mee eens bent. Mm-hmm. Als je stelt dat voorstellen om ongelijkheid, homofobie en geloofsdruk aan te pakken vooral moslims raken, zeg je daarmee ook dat vooral moslims zich hier schuldig gaan maken? En als dat zo is, is dat dan reden om die dingen niet aan te pakken? Mm-hmm. En daar was je dus niet mee eens met mijn karakterisatie van wat je zegt. Nee, precies. Vertel. Ja, dank. kijk, nou ja. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat je geen kritiek kunt hebben op mijn tweet, want dat kan wel zeker. Kijk, en een van de dingen die ik doe in de tweet. We kunnen natuurlijk verder gaan dan alleen maar dat. Hè. We hoeven niet per se alleen maar dat uit te leggen. Nee, maar ik zal hem zo ook uitleggen. Hoor. Maar ik denk bijvoorbeeld een kritiekpunt die je echt wel kunt hebben op mijn tweet, als ik die dan ook zelf maar even mag inkoppelen, is dat ik. Je zou kunnen stellen dat ik eigenlijk net doe alsof Splinter. Hier niet echt in gelooft, maar eigenlijk dit doet om stemmen te trekken. Ja. En dat is in ieder geval natuurlijk niet wat ik bedoel. Want ik heb inmiddels, en trust me, ik heb ze allemaal bekeken, al die verkiezingsprogramma's. God. Ja, dat dacht ik ook tijdens het lezen. En dat van Splinter vind ik wel, er was wel een triggerend verkiezingsprogramma. Programma's zitten echt super interessante dingen in. Met name ook de LHBTI-paragraaf is
echt indrukwekkend, vind ik. Dat is ook echt volgens mij een goed doordachte paragraaf. En ik denk dat het als het gaat om religie minder goed doordacht is. Kijk, wat ik hier bedoel, en bedoel, laat me even heel duidelijk zeggen, als het inderdaad zo is dat ongelijkheid, homofobie, geloofsdruk vooral onder moslims voorkomt, of het hoeft niet eens vooral onder moslims voor te komen, onder moslims voorkomt, punt, ja, ja. Dan moet dat gewoon aangepakt worden, klaar. Ja. Dat is volgens mij vrij helder, maar mocht dat niet helder zijn, dat is dan in ieder geval mijn standpunt. Ja. Alleen wat mij opvalt, als ik dus al die verkiezingsprogramma's bekijk, dan, en Splinter is denk ik met D66, Volt, Volt is wat meer van de grote slogans, maar die presenteren zich nadrukkelijk als een seculiere, een soort van secularistische partij. Ja, en Splinter gaat er nog verder in. We willen zelfs, of in het programma staat zelfs om überhaupt de status van geloof te veranderen naar vrijheid van vereniging. Ja. En niet zozeer dat je, dus het gaat nog heel, heel ver zelfs. Ja. Ja. Ja, dat vind ik nog, misschien moeten we daar straks nog even over komen. Daar heb ik nog wel wat vragen over. Niet per se naar jou als zeg maar vertegenwoordiger van Splinter. Wat ik overigens pas een dag na die tweets uitwisseling zag. ik had hem helemaal niet door. En toen dacht ik, oh, daarom reageert Sjaad zo. Oh, ja, ja, ja. Maar dan, dus nou ja, een van de manieren, kijk ik van, hoe definieert men nou een seculiere samenleving? En dan, sommige partijen doen dat expliciet in oppositie tot islam. Dus een seculiere samenleving is een islam, of is een samenleving met geen of heel weinig islam. Tot die categorie hoort Splinter niet, mijns inziens. Andere partijen doen dat door die kwesties op te noemen die tot nu toe in het publieke debat, politieke debat, vooral gaan over islam. Dus, dat geldt natuurlijk met name voor het verbod tot oproep tot gebed in de openbare ruimte. En ik zag ook dat Splinter daar de formulering in het programma iets heeft aangepast. Het gaat ook om kerkklokken. Het gaat ook om kerkklokken, behalve als kerkklokken de tijd aangeven. En toen dacht ik wel gelijk, oh, maar jullie zijn ook echt zo seculier. want de gebedsoproep, de islamitische gebedsoproep, geeft ook een tijdsaanduiding aan. Aha, dat klopt. Ja, ja, het is tijd om naar het gebed te gaan. Ja, en wat ik weet is dat is in Koeristan ook het gebedstijden ook als dagindeling gezien worden. Dus Asr en dergelijke is een bepaalde tijd en die verandert door. Ja, dat is een goed punt. En, en ik weet bijvoorbeeld ook van zeg maar het soort van islamitisch geïnspireerde therapie, hulpverlening en dergelijke, dat ze mensen proberen. En hoef je het nog niet eens uit te voeren, maar dat ze mensen proberen het ritme van het vijfdaagse gebed aan te houden. Want een van de problemen waar mensen dan mee kampen is dat ze geen dagstructuur, geen dagritme hebben of dat ze dat lastig vinden. En dat geeft natuurlijk een fantastische indeling aan de dag, hoewel ik wel vind dat het eerste gebed vrij vroeg is, maar dat is dan meer mijn ding. Dus zeg maar de dingen die dan hier genoemd worden in de punt van Splinter, is dus stoppen met financiering vanuit gebedshuizen vanuit onvrije landen. Nog even afzien van het feit, niemand weet wat een onvrij land is, maar de discussie, en ook de POCOP-commissie, we hebben het erover gehad, gaat grotendeels over islam. Betere bescherming van geloofslaten, dat punt staat op de politieke agenda, en terecht overigens, sinds we weten dat mensen die de islam verlaten op behoorlijk wat problemen kunnen rekenen. Overigens weten we ook dat mensen die niet gelovig zijn en zich tot islam bekeren,
ook tot op grote problemen kunnen rekenen. Van hun voormalige omgeving ja, okay. En familie, vrienden, noem maar op. En er zijn ook projecten geweest, ik weet niet of ze nog, volgens mij bestaan er niet meer, maar er zijn in ieder geval projecten geweest die ook echt gewoon mensen hebben op, om mensen op te vangen die door hun familie eruit gegooid werden omdat ze zich bekeerd hadden tot de islam. Dat heeft nooit bijgedragen tot een discussie over geloofsverlating of geloofsbescherming of iets dergelijks. Dus hoewel de punten die je noemt dus best heel serieus zijn of kunnen zijn, zijn de punten allemaal direct of indirect in relatie tot islam. En definieer je dan de seculiere samenleving in feite niet indirect in oppositie tot islam. Ja. En mijn vraag dus daarbij is, als de punten op zichzelf, los van praktische uitwerking, goed zijn, mm-hmm. of dat we daar in ieder geval mee eens kunnen zijn, even ervan uitgaan dat we kunnen definiëren wat een onvrij land is, maar in de praktijk komen ze er vooral op neer dat inderdaad moslims doorgeraakt worden, is dat een probleem van die punten, of is dat een probleem in de moslimgemeenschap? Allebei. Even heel scherp stel ik hem, hè? Allebei. Want kijk, wij weten helemaal niet of financiering vanuit onvrije landen bij andere religieuze gemeenschappen een probleem is. Mm-hmm. Er is geen onderzoek naar. Uitzondering wellicht, en ik was in die zin ook echt oprecht verbaasd dat dat niet in de parlementaire onderzoekscommissie zat, de druk vanuit de Eritrese overheid op de Eritrese gemeenschap. Hier die ook deels loopt via de kerken. Is al een paar keer ook in het nieuws geweest. Daar is ook, ik weet niet voor Nederland, maar in ieder geval internationaal onderzoek naar. Dat wordt niet meegenomen. Maar voor de rest, ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Geloofsverlating. We weten denk ik zeker dat dat, zeker binnen sommige moslimkringen, een serieus probleem is. Dus in Nijmegen, mijn collega Maria Vlieke is ook gepromoveerd op verhalen, een vergelijking tussen verhalen van geloofsverlaters vanuit islam in Engeland en Nederland. En de oproep tot gebed, Ogarm, de kerken, dan moeten ze dadelijk hun kerkklokken inleveren omdat iedereen het gebedsoproep van de moskeeën zat is. dus ook daar gaat het over islam. En nogmaals, het is niet een reden om het dan helemaal niet aan te pakken. Maar in feite, we kunnen niet stellen dat het onder die groep meer voorkomt. Of nou, wellicht als het gaat om homofobie dat proportioneel meer voorkomt, dat zou kunnen. Niet in absolute aantallen, maar oké, zo groot de moslims natuurlijk ook niet. Maar dan kunnen we toch ook niet stellen dat deze voorstellen vooral moslims gaan raken? Jawel, want als we maatregelen gaan nemen over die financiering van de gebedshuizen, dan gaan die moskeeën treffen, die gaan niet de kerken treffen. Want we weten helemaal niks over die kerken. Als het gaat om de oproep tot gebed, dat gaat de moskeeën treffen. Het gaat, tenzij we nou echt willen, want de kerken luiden ook hun klokken ongeveer kwartier, half uur voor aanvang van de dienst of mis. Mm-hmm. In ieder geval de mis bij de katholieken, ik weet niet precies bij de protestanten. Oké, als we die gaan doen, dan zal dat wel. Ze luiden ook de klokken als er sprake is van een noodsituatie. Ze leiden ook op andere bijzondere gelegenheden. Ja. Laten we focussen op die financiering en op die geloofsverlating. Want die zijn denk ik twee meest interessante. Ja. Want die kerkklodden, of dat oproep tot gebed, daar ben ik ook niet voor om dat van bovenaf te gaan verbieden. Ik denk dat als het gaat om de publieke ruimte en gelovigen zijn onderdeel van de publieke ruimte, dus zij hebben ook een recht op een bepaalde vorm van op een bepaalde manier op die publieke ruimte, dan zou ik het liefst aan de buurt overlaten. En nou ja, 5 keer per dag oproepen met een azaan, snap ik heel goed dat de buurt daarvan zegt, dat ga je niet doen, dat willen we niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de buurt zegt, nou ja, een kwartier elke vrijdag, ga je gang. 1 kwartier elke zondag, ga je gang. Dat gunnen we ze wel.
Dus wat mij betreft zou je dat aan de buurt overlaten en niet zo met meer verbieden. Maar even die geloofsverlaters. Dus als we nu maatregelen zouden nemen, zou dat inderdaad vooral moslims raken. Omdat we heel weinig weten van druk bij geloofsverlating uit het christendom van Jehovah's getuigen. En die financiering van onvrije landen zou vooral moskeeën raken en niet zozeer christenen. Maar wat ik dan hoor is niet... Wat ik dan hoor is juist zeggen dat je dat... Wat ik dan hoor is een pleidooi om te zeggen, maar goed, prima dat we dit doen, maar we moeten dan ook goed gaan onderzoeken hoe het bij kerken zit. Ik hoor dan niet een eenzijdig voorstel. Wat ik dan hoor is een gebrek aan empirische kennis over hoe dat voorstel op zijn best zou uitgevoerd zou moeten worden. Oké, dat kan. Kijk, mijn tweet komt ook tegen de achtergrond van, en dan, ik verwijs nu, dat is even een makkelijke uitvlucht, want dat rapport hadden we niet toen wij aan het twitteren waren. Maar misschien heb je dat ook gezien, gisteren was die verkiezingsanalyse voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Mm-hmm. Nee, ik heb het niet gezien, maar... Oké, nou, dat was in ieder geval, dat rapport was gisteren. En als ik even mag, dan citeer ik even uit dat rapport. Als het op het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van alle burgers aankomt, of als het gaat om voorspelbaarheid van regels waarin de overheid zich zal houden, het waarborgen en accepteren van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, of de zekerheid van een eerlijk proces en een effectieve toegang tot de rechten voor iedereen, is het beeld minder rooskleurig. En dan komt het punt, dan betreft het veelal juist voorstellen op het gebied van de grote politieke maatschappelijke thema's van islam, immigratie, vluchtelingen, terrorisme, jihadisme. Het zijn deze vraagstukken waarbij het blijkt dat de rechtsstaat ook internationaal onder druk komt te staan. Dus waar ik voor vrees, en is niet omdat, zeg maar, Splinter, en dat geldt voor de meeste partijen, specifiek zich richt tegen islam of wat dan ook. Hè? Dus in die zin moeten we de Splinter, denk ik, zeker niet op één hoop gooien met een Forum, PVV, Jaar 21 of VVD. Mm-hmm. Maar wat we dus zien is toch een soort uitholling van de rechten van moslims onder een soort van seculier neutrale taal. Mm-hmm. Neem het verbod op gezichtsbedekkende kleding. He, dus de wettekst van de kerntekst van die wet is volstrekt neutraal. Mm-hmm. Maar we weten allemaal de geschiedenis van die wet. We weten ook dat 90% van de politieke discussie in en buiten de Kamer is gegaan over islam en niqab en burka. Mm-hmm. Mm-hmm. We weten ook dat de handhaving van de wet vooral gericht is op vrouwen met niqab. Mm-hmm. En we zien nu dat een aantal partijen pleiten voor een totaalverbod op gezichtsbedekkende kleding. Wat eigenlijk, zeg maar, het argument dat dit, het huidige deelverbod, niet specifiek gericht is op moslimvrouwen, natuurlijk werkelijk volstrekt ongedaan maakt. Mijn vrees is dus, als ik naar de verkiezingsprogramma's kijk en zeker nu ook met dat rapport van de Orde van Advocaten, waar ik toch eigenlijk wel behoorlijk van schrok gisteren, dat we langzaam maar zeker bezig zijn met een soort uitholling van de burgerrechten in relatie tot kwestie van islam en integratie en dergelijke. Dus die kwesties waarvan dus die orde zegt van met name daar gaan partijen verder dan wat de rechtsstaat toelaat. En tast men de rechtsstaat aan. En dan blijf ik toch, ook al denk ik dat het programma van Splinter echt serieus anders is, juist eigenlijk vanwege dat punt overigens over geloofsverlating en dergelijke. Dat ook dit soort
politieke retoriek, want dat is natuurlijk ook voor een deel, hè. Bedoel, hallo, we zitten gewoon in de verkiezingscampagne. Zeker. Ja, het zij indirect onbedoeld, denk ik, gaat bijdragen aan het uithollen van die burgerrechten. Ja. En in die zin, ik denk ook, er zat één punt waar ik echt dacht, ook bij het lezen van het verkiezingsprogramma van Splinter, waarvan ik dacht, ja, dat moet je dus gewoon echt niet doen. En dat is nog wat punt was? Ja. Ja, dat ging je net vertellen. Het afschaffen van artikel 6. Dat is... Vrijheid voor godsdienst. Oh ja, tuurlijk. Ja. Niet doen. En volgens mij kwam daarna het punt over het beschermen van die geloofsverlaters. En toen dacht ik, ja, dat is een heel goed punt. En dan moet je de vrijheid van godsdienst laten staan. Oké, waarom? Omdat de vrijheid van godsdienst niet alleen garandeert dat de overheid zich met jouw religieuze uitoefening gaat bemoeien. Niet gaat bemoeien, sorry. Niet gaat bemoeien, nee, ja. Artikel 6 garandeert ook dat de overheid jou niet gaat opleggen wat je wel of niet moet geloven. Dus geloofsvrijheid. En dus ook geloofsverlating. Artikel 6 is de belangrijkste bescherming die geloofsverlaters vanuit de staat kunnen hebben. Kijk, als het gaat om andere zaken zoals sociale druk en dergelijke, ja, het handhaven of het afschaffen van artikel 6 gaat daar niet veel uitmaken, hoor. Ja. Maar vanuit de overheid gezien, laat, als je geloofsverlaters wilt beschermen, alsjeblieft artikel 6 intact. Of in ieder geval, schaf hem niet af. Je kunt best kijken, denk ik. Ik denk serieus op een aantal punten dat dat heel goed zou zijn. Of religieuze, met name religieuze organisaties, niet te veel privileges hebben. Dat vind ik wel een ding. Ja, en hoe doe je dat zonder dat die vrijheid van godsdienst blijft bestaan? Ik denk... Met het behoud van de vrijheid van godsdienst, ja. Sorry. Ja. Kijk, ik denk dat als je de bescherm... Kijk, op zich zijn organisaties zijn natuurlijk sowieso goed beschermd in Nederland. Hè? Dus je kunt niet een organisatie zomaar sluiten in Nederland. Dat gaat niet. Mm-hmm. Gelukkig, zou ik zeggen. We hebben natuurlijk in het verleden wel eens een politieke partij verboden. Maar dat ging heel moeizaam. En eigenlijk alleen maar omdat de bestuursleden ook serieuze wetsovertredingen hadden begaan. Nou, de bescherming, denken we overigens, niet helemaal zeker, maar dat komt omdat we het eigenlijk niet geprobeerd hebben. De bescherming bij religieuze organisaties denk ik nog iets sterker. Je zou dat volgens mij best kunnen gelijk trekken op het niveau van een politieke partij bijvoorbeeld. Uh-huh. Misschien moet je ook eens goed kijken naar die ANBI-vrijstelling, of die ANBI-status, hè, die dus zekere belastingvrijstelling geeft. Wordt dat ook echt gecontroleerd? Ik heb echt serieus mijn twijfels. Te meer omdat het is wel gecontroleerd in een aantal moskeeën. Mm-hmm. Telkens naar politieke ophef. Welkom in Nederland. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat je hier nou zegt het maken van een verschil tussen de godsdienst en de godsdienstige organisaties. Want daar zouden dan die moskee en kerken ook gewoon onder vallen, toch? Ja. Of ja. De vereniging, of de ja. Stichting van die ja. Van dat gebied. Ja, dat vind ik interessant. Want ik vind hem ook wel tricky, hoor, het afschaffen van die artikel 6. Ik sta wel achter het idee dat je levensbeschouwingen gelijk trekt. Dat je niet een privilege hebt omdat je een bepaalde levensbeschouwing hebt. Daarentegen begrijp ik wel dat religies zoals het christendom en de islam en boeddhisme en jodendom toch wel echt van een andere orde zijn dan... Ja, een andere levensovertuiging dan een lifestyle, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat die ook wel echt de wortels hebben in onze geschiedenis. Dus dat ze daar wel, ja,
iets mee kunnen. Dus het feit dat je niet als aanhanger van de spaghetti monster met een vergiet op je hoofd een foto mag maken, vind ik best wel terecht. En dat je met een hoofddoek dat wel kan, dat snap ik heel erg. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat religies wel steeds meer, dat we denk ik steeds meer van de mening zijn dat de religie toch wel steeds meer een individuele aangelegenheid is. En dat dat niet per definitie